Naast mij staat Paulette Dekker. Dikker, mijn excuus. Dikker met CK. Zij is partner van Brabant Academy. En zij is de geestelijke moeder van de keuze van de volgende 6 presentaties. Ik noem maar even de curator. Ja, zo hoor je nog eens wat. Ja. Waarom deze 6? Want we gaan dadelijk luisteren naar 6 presentaties, allemaal 10 minuten. Zonder al te veel interferentie, zonder al te veel discussie. Ze staan ook allemaal op de kennismarkt daarbuiten. Maar waarom deze 6? Deze 6, omdat ze dit jaar gedraaid hebben. Omdat ze ingediend zijn. Omdat we, dat zijn allemaal mensen die betrokken zijn, ook bij de Brabant Academy. Die beseffen hoe leuk het is om aan nieuwe onderwerpen te werken. Om heel veel partijen bij elkaar te pakken. Om juist gebruik te maken van dat netwerk van Brabant Academy. Om dit soort opdrachten weg te zetten. Goed. We gaan, ja, als het niet goed is, komen we bij jou. We gaan als eerste luisteren naar Mark van der Pol. Mark. Goedemiddag allemaal. Bedankt voor het woord. Ik mag de spits afbijten na zo'n fantastische ochtend. Organisatie, zeer veel dank. Ik ben ook nog steeds onder de indruk van dit gebouw, maar dat heb je als je architect bent. Ik ben architect bij INBO. Daarnaast begeleid ik 1 dag in de week samen met Bas Molenaar een afstudeeratelier, verschillende afstudeerateliers aan de TU in Eindhoven. Onder de vlag van architectuur en gezondheidszorg. Niet alleen wij zijn gefascineerd door architectuur en gezondheidszorg, maar ook de studenten door de steeds grotere aantallen die zich bij ons aanmelden in de masters- en afstudeeropgave. Vandaag staat Sputnik voor het voetlicht. We hebben het ingediend omdat we, ja, als een soort voorbeeldproject, wij vinden dat we zelf werken volgens de format van de Brabant Academie, combinatie van overheid, onderwijs en ondernemers. En Sputnik, daar zijn we eigenlijk gestart met een diagnostisch centrum, het ontwerpen daarvan. Contextloos ontwerpen, daar zijn we eigenlijk mee begonnen. We hebben de studenten gevraagd om een ruimteschip te ontwerpen, gewoon vanuit het niets. Waarom dan toch? Je hebt dan studenten die meteen de eerste les de videotheek inhollen en alle afleveringen van Star Wars en Star Trek verzamelen. Maar waar we eigenlijk op uit waren was om ze mee te nemen in een creatief proces. Zoeken naar een soort efficiëntie, aanpassing van interieur op programma. Wat kan dat kleine gebouwtje of dat kleine dingetje? Het gaat over aerodynamica, vormen. Hoe geef je vorm aan nieuwe techniek, materialen, al dat soort dingen. Om eigenlijk de brug te maken naar het diagnostisch centrum. Dat wilden we van binnenuit gaan ontwerpen om het vervolgens in te pluggen in de stad. Nou, hier wat posters van die studenten. Nou, de aanleiding is eigenlijk het Unzipped Hospital, waarmee we gestart zijn 2 jaar geleden. Unzippen betekent letterlijk uitpakken en opslaan, zodat een file op je computer, wat eerst een zipfile had, een eigenschap krijgt en groter, al dan niet specifieker wordt. Nou, dat is eigenlijk wat wij ook doen met ons onderzoek. Naar nieuwe ziekenhuistypologieën, de grote molochen, overheidsgesponsord, die aan de periferie staan, gaan wij uitpakken en willen wij in kleinere eenheden over de stad verspreiden. Dit is ooit geïnitieerd door Ton Venhoeven met het Core Hospital, hetgeen wat dan achterblijft, en satellieten in de wijk. Wij hebben dit eigenlijk getracht nader vorm te geven op zoek naar gaten in de stad. En wij denken dat die kleinere vormen van ziekenhuizen dichter bij de mensen, tussen stad, maar ook de dorpen en het platteland, met de huidige demografische ontwikkelingen van belang zijn. Nou, daarnaast, ik zei het al, contextloos een diagnostisch centrum ontwerpen, dat viel niet mee. We hebben een aantal
diagnostisch centra geanalyseerd en bekeken. En ook de marktwerking, als je de kranten daarop nazet, de tekst is denk ik bijna niet te lezen. Maar het gaat eigenlijk over een ondernemer die nieuwe diagnostische centra wil bouwen. Hij noemt ze speedboten, wij ontwerpen ze als spaceships om de concurrentie aan te gaan met het ziekenhuis, om mensen beter te helpen en sneller te helpen. Zoals ik al zei, de bestaande diagnostische centra zijn geanalyseerd en bekeken. Het comfort, hoe is de verhouding tussen patiënt en arts, hoe word je ontvangen, hoe moet je wachten, wat is de verkeersruimte, hoe word je voorbereid op een onderzoek en hoe vindt dat onderzoek plaats en hoe ga je ermee naar buiten. Nou, al deze dingen gaat over beleving en daar hebben studenten allerlei illustraties bij gemaakt, ook over marktwerking in de zorg. Er zijn modellen bestudeerd. Ik ga er nu niet al te diep op in, want ik ben strak aangeleid door 10 minuten en ik krijg nu de eerste 5. Maar ik mag u graag uitnodigen strak nog bij de markt om dingen nader toe te lichten. Uiteindelijk, het gaat heel snel, maar het zijn allerlei panelen. Hebben ervoor gekozen om die contextloze diagnostische centra in te pluggen op de stad, op gaten in de stad. We werken nauw samen met de gemeente Eindhoven, de gemeente Tilburg. We hebben voor 2 locaties gekregen van de gemeente Eindhoven, waarvan ze zeiden, ja, wij weten het even niet wat we met deze plekken aan moeten. En wij zeiden van, mooi, we hebben 2 gaten. We pluggen daar die diagnostische centra in en we kijken hoe we enerzijds stedelijke vernieuwing, anderzijds hoe we de wijk of buurt daaromheen gezond kunnen maken met deze centra. Een spoorlocatie, voormalige Gent en Loosterrein, vlakbij de Effenaar, voor de mensen die dat kennen in Eindhoven. En eentje in de wijk, nabij Doornakkers, aan het kanaal gelegen. Nou, deze 2 locaties zijn onderzocht door studenten. Ze hebben daar allerlei fascinerende resultaten daarmee behaald. En dit zijn enkele projecten die zij gepresenteerd hebben. Sommige gaan over het thema van hoe kom je nou van binnen naar buiten als patiënt. Andere focussen op nieuwe technologieën of combinaties met andere subprogramma's. Bijvoorbeeld een theater. Deze student die zegt, eigenlijk wordt die techniek zo klein en zo snel en zo geavanceerd. Gezondheidszorg gaat in de toekomst over ontmoeten en over levensstijl. Dus hij zegt van, nou, ik wil allerlei dingen over het menselijk lichaam projecteren en zo'n diagnostisch centrum is eigenlijk een museum van ontmoeting en informatie. Nou, heel snel een aantal dia's. Nogmaals, tijdens de markt kan ik u veel meer over vertellen. Wat ik graag wil benadrukken is dat wij heel veel baat bij hebben bij de Brabant Academie, het platform waardoor wij in contact komen met ondernemers en overheid, hoe we de zorg kunnen verbeteren. En ik denk zeker dat de Brabant Academie voor Brabant buiten de grenzen van steden kan kijken. En als je kijkt naar gezondheidszorg, die decentralisatie van de ziekenhuizen, gezondheidszorg dichter bij de mensen brengen, hoger geavanceerd, nieuwe technieken en daar jonge ontwerpers naar laten kijken. Dat heeft voor ons de kracht opgeleverd van zo'n bijzonder project. Nou, het is niet gebaat bij dit project. Wij zetten het onderzoek graag voort, dus zie dit ook als een oproep. Werkt u in het onderwijs, overheid of bent u ondernemer en wilt u nadenken over de toekomst van gezondheidszorg, dan nodigen wij u graag uit bij de tafel. Dank u wel. Dank je wel, Mark van der Pol. Dit is Menna Kruiswijk en zij gaat praten over de rol van abstracte kunst in het onderwijs.
Rol van abstracte kunst in het onderwijs, dames en heren. De Brabant Academie heeft mij gevraagd om vanuit Stichting Yellow Fellow te kijken wat ik samen met het ROC in Eindhoven kan betekenen op dat punt. Het doel van de hele exercitie is leerlingen anders te laten kijken, anders te laten denken. We doen dat vanuit Yellow Fellow onder de verzamelnaam vakkunst. U ziet hier een aantal titels staan van programma's die we de afgelopen jaren gedaan hebben. En wat hebben die programma's nu gemeen? Die programma's hebben gemeen dat leerlingen in het onderwijs zelf bezig zijn met echte kunst. En niet in een CKV-setting, maar echt in relatie tot één van de vakgebieden die ze doen. Kunst en wiskunde. Wat heeft geometrisch abstracte kunst te maken met wiskunde? Kunst en Nederlandse taal. Kunst en geschiedenis. Kunst en mode en commercie. Kortom, het verbinding leggen tussen het vak wat de leerlingen krijgen en de kunst. Als je dan kijkt naar heel specifiek wat we voor het ROC Eindhoven gedaan hebben, abstracte kunst en maquettebouw. ROC wil graag een onderdeel maquettebouw in het programma inbouwen. Dat kun je natuurlijk gewoon traditioneel doen, het vak van maquettebouwen meenemen. Maar het gaat daarom ook wat abstractere termen als vorm en kleur, verhoudingen tot elkaar, afbeelding van de werkelijkheid. Dingen die je niet zo makkelijk in theorie kunt aanleren. Tegelijkertijd is ook, het moet vooral leuk en inspirerend zijn. Wat hebben we gedaan om leerlingen wegwijs te maken, te leren voelen wat vorm en volume is? Een hele eenvoudige oefening met objecten waar steeds, gemaakt door een kunstenaar, kunstvoorwerpen, echte kunst, series waar het volume steeds kleiner wordt. Door leerlingen te vragen die voorwerpen te sorteren op volgorde en wat gebeurt er nou tussen het eerste en het laatste onderwerp, leren ze voelen wat volume is. Een hele andere opdracht. Aan de hand van een kunstvoorwerp wat 8 lijnen, helemaal wit, 8 uitgespaarde lijnen, prachtig oppervlak, prachtig evenwichtig. Doe dat nou eens. Zet nou eens 8 lijnen op papier, zodanig dat er niet 1 lijn weg kan. Waar kom je dan op uit? Ik dacht een hele ingewikkelde oefening. Dat ging ze eigenlijk vrij goed af, heel intuïtief handelen. Verhouding ten opzichte van elkaar. Kunstvoorwerpen die lijken op maquettes, ze staan ook op de tafel, u kunt ze komen bekijken. Maak daar nou eens een opstelling van. 6 sokkeltjes, 12 kunstvoorwerpen. Selecteer die voorwerpen, die maquettes. Bouw als het ware een stad en kijk hoe de voorwerpen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Kleur. Maak je eigen expositie aan de muur. Het aardige van deze oefening was dat leerlingen, groepjes van 5 tegelijkertijd, hadden heel erg de neiging uit te zoeken wat zij zelf het mooiste voorwerp vonden. Die namen ze mee, die hingen ze op. Wat blijkt? Dat wil niet bij elkaar. Nou, ga dan eens schuiven. Wat gebeurt er dan? Hoe plaats een kleurrijk werk terug in de rij? Wat gebeurt er? Hoe werkt dat? En uiteindelijk gaat het om het maken van een soort afbeelding van de werkelijkheid. Oefenen met wat maquettes zijn. Om te komen tot het vervolgtraject waarin je ze gewoon leert hoe je maquettes bouwt en maakt. En ze moeten het leuk vinden. En dat vonden ze ook. In ieder geval hebben ze veel plezier gehad omdat ze zagen van elkaar dat ze allemaal tot een andere opstelling kwamen. Ze moesten allemaal die sokkelopstelling doen. De verschillen konden niet groter zijn. Dat vonden ze ook zelf verbazingwekkend. Ze hebben ook geleerd dat misschien wel mooi een persoonlijke voorkeur is. En dat je misschien wel concessies moet doen als je het allemaal met z'n allen eens moet worden over wat dan goed voelt. De oefening met volumes leidde ertoe dat leerlingen heel snel in de gaten kregen dat een hele kleine verandering in volume een heel groot effect heeft op het voorwerp zelf. Dus ook een voorwerp in de ruimte. Kortom, opmaat, kunst als opmaat in een programma maquettebouw waarin ze een aantal gegevens zelf gaan ervaren. En eigenlijk is wat wij doen, dus ook vandaag zou ik u willen uitdagen om de uitnodiging is aan te pakken die de kunst naar u doet om anders te leren kijken, anders te leren kijken. Wij doen dat in het onderwijs, dat begint aan de baas, maar geldt eigenlijk voor ons allemaal, geldt voor mij ook in het vak wat ik elke dag doe. Een heel kort overzicht van wat wij doen in het maquettebouwverhaal en dat doen we eigenlijk over een hele brede linie. En dat was wat mij betreft het verhaal. Jongen. Eén moment, als u zo beknopt kan zijn. Die abstracte kunst, hè? Wat is er nou fundamenteel anders aan abstracte kunst voor de rol in het onderwijs dan toegepaste kunst? Want men neigt nu allemaal naar design holadier. Toegepaste kunsten die hebben de wereld veroverd, komen zelf uit. Maar die abstracte kunst, wat is daar beter aan? Het is niet zozeer beter, maar het is effectiever omdat het uiteindelijk niets voorstelt. En die abstracte kunst,
die stelt niets voor. Dat is geen afbeelding van de werkelijkheid, niet een bomenrij buiten, niet een rij huizen, nog een afspiegeling daarvan. Die is in zichzelf betekenisloos. Dat betekent dus ook dat als ik kijk, het anders is dan dat jij kijkt of dat u kijkt. Dat gesprek daarover, dat maakt dat de abstracte kunst effectiever is om wat we willen bereiken, namelijk anders kijken, anders denken, om dat te bereiken. Dus het kan met alle kunst. Het kan ook kijken naar portretten over leiderschap. Maar juist die abstractie maakt dat de afstand groter is, vervreemdender is, dus een nieuwe wereld. Dus makkelijk, je stapt in een onbekende wereld. Dank u wel. Next on the mic is Simone van Wijk van Little Mountain. Dat is haar ontwerpbureau, als ik het goed heb begrepen. En zij vertelt over de stad als laboratorium, dubbele punt, transferia. Yes. Gewoon deze? Ja. Goedemiddag. De afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met het project De Stad als Laboratorium Transferia. Een project waarbij door de gemeente Eindhoven aan diverse vormgevers werd gevraagd om met out-of-the-box concepten te komen voor het verleiden van mensen om gebruik te maken van een transferium. Een transferium dat gebouwd zal worden aan de rand van de snelweg in Eindhoven bij de afslag Veldhoven. Hier ziet u de initiatiefnemers en de opdrachtgever. En het doel van dit project is om beleidsmakers en andere steden te inspireren om met een andere kijk op openbaar vervoerssystemen te gaan kijken. Er zijn 4 studio's gevraagd om met concepten te komen. En hier ziet u ze verschijnen. Er zijn ook nog studenten van de TU gevraagd. Dit project van hun is nog niet afgerond, vandaar dat ik alleen de projecten laat zien die door de ontwerpbureaus zijn gemaakt. Zelf ben ik trouwens van Little Mountain, zoals hij al zei. En ik vertel hier namens ieder team wat hun concepten zijn. U kunt u voorstellen dat 10 minuten vrij weinig tijd is om dat allemaal te vertellen. Daarom na de borrel, wij hebben ook een stand, kom gerust langs, kijk de publicatie door en stel vragen. Het eerste concept komt van de Amsterdamse studio H&H in samenwerking met studio Reinier Bos. Hun onderzoek heeft als titel Gained Time, gewonnen tijd. Het onderzoek heeft zich gericht op het totale pakket van de mens, de auto, de locatie en omgeving. Het ontwerp moet een symbiose vormen tussen verleden, heden en toekomst. In dit hele vraagstuk is het energieverbruik van de auto en de mens altijd een rode draad gebleken, wat in het onderzoek en het eindresultaat te zien is. Wat jullie hier zien in de linkse diagram is bijvoorbeeld de verdeling van de tijd van een mens op 1 dag in de toekomst. En rechts zie je hoe het team denkt over de tijdsbesteding van de mens in het transferium van de toekomst. Was dat vroeger alleen parkeren en wegwezen? Zij denken dat in de toekomst daar veel meer functies aan toegevoegd gaan worden. Deze dia laat hetzelfde principe zien, alleen dan voor het gebruik van de auto. In deze dia wordt het hele project samengevoegd. Het gaat om het inpassen van het transferium in de tijdsbesteding van de mens en auto in de toekomst. Transferia zijn namelijk onpersoonlijk en komen niet menselijk over. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere winsten dan tijd en geld. Conclusie van het onderzoek is dan ook dat een transferium een connectiepunt moet worden van ontmoeten, ontspannen, vervoeren en opladen. Een natuurlijke keuze omdat hij aansluit bij de behoeften van de gebruiker. En als het gaat om de vorm en de functie van het transferium, moet de rijkdom en de historie van de locatie niet vergeten worden. En in samenspel met de toekomstige behoeften van het transferium gemaakt worden. Een stel aanbevelingen die zij de gemeente doen, is zorg dat het gebruik van het transferium een winst is. Dat de identiteit van een historische karakter van de locatie moet worden doorgegeven in het gebouw. En dat het in dit geval een boerderij is, maar dat het ook een sportveld kan zijn of industrieactiviteiten die normaliter in de periferie plaatsvinden. Het volgende concept is gemaakt door het Eindhovense studio ook. Hun uitgangspunt is dat het transferium een eerste kennismaking met de stad is. Een kille parkeerplekvlakte is namelijk niet erg aantrekkelijk. We zien het transferium als het beginpunt en als het eindpunt van een ontmoeting aan Eindhoven. Zoals een goede handdruk bij een kennismaking of afscheid is om een goede indruk achter te laten, is ook het transferium belangrijk voor een positieve beleving van de stad en een blijvende herinnering. Waarom reizen we eigenlijk? Dat is volgens hun vanuit een bepaalde verkenningsdrang, maar aan de andere kant een compensatie voor het het eentonige werk. Bij de bezoekers onderscheiden we verschillende categorieën met als uiterste forensen en toeristen. Zij maken op verschillende manieren gebruik van het transferium en beleven dit dus ook anders. Een aantal ideeën die ze hebben gemaakt om het gevoel van gastvrijheid en goede herinneringen te koesteren.
Ze hebben toegang tot het terrein vanaf meerdere kanten. Voor een gastvrije uitstraling is het belangrijk dat slagbomen ontbreken en lichten leid je de weg naar je plek. De vertaling van het verschil in doelgroep willen ze in de inrichting van het terrein duidelijk maken. Forensen zijn doelgericht, willen zo snel mogelijk in de bus zitten. Ze parkeren het liefst vooraan en de plekken zijn heel functioneel ingericht, gerangschikt. Toeristen zijn van nature meer bezig met ontdekken. Zij parkeren liever op een ruimere, door groen omgeven parkeerstrook of parkeerplaats, ook al moeten ze daarvoor iets verder lopen. Ja, een ander idee is om automobilisten samen te laten werken aan een gezamtkunstwerk. Door op bepaalde plekken te parkeren ontstaat een beeld dat van bovenaf gefilmd gaat worden en op een groot scherm geprojecteerd wordt. Dat geeft je het gevoel ergens bij te gaan horen. Hun aanbevelingen zijn dat het transferium ingericht moet zijn naar de eigenschappen van verschillende doelgroepen. En onder andere dat het transferium een eerste kennismaking is met de stad. Bij Little Mountain, waar ik zelf bij hoor, hebben we het verleiden als uitgangspunt genomen. Hoe verleid je mensen die op de snelweg zitten tot het gebruik van het transferium op het moment dat ze moeten kiezen tussen ik neem de afslag naar het transferium of ik rijd toch lekker liever door naar het centrum van de stad. Na een doelgroeponderzoek zijn wij uitgekomen op 3 types. De belonger, die het liefst doet wat hij kent. De explorer, die wil ontdekken en nieuwe dingen wil proberen. En de performer, die wil werken en overal zo snel mogelijk wil zijn. Deze types hebben wij onderhevig gevonden aan een theorie. Het is namelijk zo dat als je in de auto zit en je denkt aan het transferium, dan komen er bepaalde gedachten bij je op. Die kunnen negatief zijn, zoals het is vast te duur, het is vast te traag. Ik weet niet hoe het werkt, het is vast een lelijke plek en het is vast te duur. Deze gedachten moeten wij zien om te draaien. Dus maak het herkenbaar en gemakkelijk voor de belonger. Maak het snel en smooth voor de performer en maak het uitdagend voor de explorer. Deze conclusies hebben we samengevoegd in 3 suggesties/aanbevelingen. Bij deze eerste zie je dat de functie omgedraaid wordt op de snelweg. Dus rechtdoor is een tweebaansweg direct het transferium in, terwijl je af moet slaan op een eenbaansweg waarmee je het centrum inrijdt met veel bochten. Er wordt geen fysieke actie van je verwacht, namelijk afslaan. En er wordt duidelijk aangegeven dat parkeren hier gemakkelijk is. Daarnaast zou je het systeem en een identiteit van een transferium internationaal door kunnen trekken, zoals bijvoorbeeld de IKEA of de McDonald's heeft gedaan. Dat zijn plekken die wij allemaal herkennen, die we allemaal weten wat we daarmee moeten doen, net zoals een tankstation of een tolstation. Waarom zou een transferium niet zo'n systeem kunnen hebben? Dat zou ook makkelijk zijn. Of maak van het transferium een extensie van de snelweg. Een afslag als een parkeerhaven. Herkenbaar blijft de typologie van de snelweg, omdat je hem niet echt verlaat. Parkeer je auto, daal met de trap en lift een verdieping lager en stap op de bus naar de snelweg. Naar het centrum. Of maak parkeren interessant door de façade interessant te maken. In dit geval een soort van achtbaan waar je kunt kiezen welke etage je op wilt. Het laatste concept komt van EDHV, ook uit Eindhoven. Door te kijken naar beelden van het Eindhovense spoor kwam EDHV tot de conclusie dat door oplossingen te willen zoeken voor verkeersproblemen, nieuwe problemen ontstaan, zoals bijvoorbeeld de segmentatie van de stad. Het kanaal bijvoorbeeld heeft lange stukken oninteressante en ongebruikte ruimte langs zijn route. Het beste voorbeeld is echter het spoor dat Eindhoven verdeelt in Noord en Zuid. Dat is in groot contrast met natuurlijke grenzen, zoals de Dommel. Deze is veel beter geïntegreerd in de stadsstructuur. Vroeger voorzag deze in water, voedsel en energie. En nu zoekt men deze plek op voor vrije tijdsbesteding, vanwege zijn natuurlijke schoonheid. Ze vragen zich af, kunnen ze een logistieke structuur als het transferium omturnen naar een bron van energie, zoals de Dommel is, een soort van levenslijn. Een ander risico van verdere segmentatie van de stad is dat verbindingen binnen de stad verloren gaan. Hoe kan een transferium functioneren als een levenslijn? Het antwoord is simpel. Graven en leg het hele vervoerstraject onder de grond. Ondergronds een effectief en functionele infrastructuur. Bovengronds paden, pleinen, groenen en parken met als doel beleving, ontwikkeling, verbinding en identiteit. De belangrijke verbindingen tussen ondergronds en bovengronds worden de uitstaphaltes. Wat je ziet als je bovenkomt is belangrijk voor hoe je de structuur van de stad beleeft en onthoudt. Winkeltjes, cafés, kiosken zullen oppoppen en geven je het gevoel van veel meer beleving in de stad. Als inwoner of als bezoeker zul je de identiteit van Eindhoven beleven door een transportsysteem. De aanbevelingen hier nogmaals in het kort. Leg het systeem ondergrond zodat er minder segmentatie ontstaat. Geef de vrijgekomen ruimte terug aan het publiek gebruik voor mensen. En de verbindingen tussen ondergronds en bovengronds zijn de haltes. Dit waren alle concepten.
Wilt u zich ook laten inspireren, dan kunt u dat doen aan de marktkraam, hoe noem je dat, bij de markt die wij ook hebben. Daar ligt het boek, kunt u inkijken en u kunt met de verschillende teamleden praten. En wij hopen dat in de toekomst door beleidsmakers vaker gebruik gemaakt gaat worden van deze creatieve input, om misschien eens tot een andere kijk op hun projecten te komen. Dank u wel. En als u wil leren om heel veel te vertellen in 10 minuten, dan moet u bij haar zijn. Mij in uren. Goed, next on the mic is Patrick Leijten en Peter van der Graaf. Allebei van de Technische Universiteit Eindhoven. De een is docent en de ander student. Ik verklap niet welke, want dat kunt u nooit zien. En die hebben het project Droomvanger over de onverwachte samenwerking tussen TUE en de ROC. Ga je gang. Goedemiddag. Ons project heet eigenlijk Denken en Doen. Het is een project wat door mij geantameerd is. En dat kwam eigenlijk omdat ik bij de studenten van de faculteit Industrial Design vaak een enorme afstand zag tussen de kwaliteit van hun ideeën en de uitwerking die ze daaraan konden geven. En wat we hebben willen doen is... even kijken, hier zit ergens een knop. Ja. Wij wilden echt een samenwerking van hoofd en handen. En onze studenten zijn dan min of meer het hoofd. En we weten dat er ook hele goede handen zijn in Eindhoven. En ik ben toen de samenwerking gaan zoeken met het ROC. En omdat ik dacht dat ze daar beide gezamenlijk voordeel aan hadden. Het ROC zouden de studenten kennis maken met nieuwe ontwikkelingen. En daar ook meemaken wat wij op de faculteit Industrial Design, Intelligent Design... noemen. De producten van de toekomst zijn niet meer eenvoudig meubels of dingen die gewoon doods in de ruimte staan, maar steeds meer dingen gaan met elkaar praten, krijgen interactie met mensen. En ook het denkproces van innovators mee te maken voor ROC-studenten. Want die ROC-studenten, ik kwam bij de afdeling meubelbouw terecht, die gaan later voor allerhande opdrachtgevers werken. En Nederland heeft een naam op het gebied van ontwerpen en die opdrachtgevers die bouwen dus meestal wat anders dan gewoon een stoel. De voordelen voor de studenten van Industrial Design waren eigenlijk als volgende. Dat ik heel graag wilde dat ze kennis maakten met hoe ze hun ideeën naar de praktijk konden vertalen. En ook met dat leren van hoe je het naar de praktijk vertaalt, dat je ook een gevoel krijgt voor wat maakbaar is en hoe je dat doet en welke mogelijkheden, maar ook welke beperkingen bepaalde machines, bepaalde bewerkingen hebben. Dus we hebben die contacten gezocht en ook gevonden. En het is eigenlijk heel leuk wat daaruit voortgekomen is, want wat we daar ook zagen was eigenlijk dat we de latere samenwerkingen, als al deze studenten afgestudeerd zijn, dat je die eigenlijk al aan het trainen bent en dat daar een hoop communicatie moet plaatsvinden, dat er een hoop leren van elkaar is. En wat ik zelf het allerbelangrijkste vind, is dat er een wederzijds respect ontstaat tussen de beide, tussen het hoofd en de handen, zou je kunnen zeggen. We hebben een proefproject gedraaid. Patrick zal daar zo op ingaan. De volgende stap die we willen doen, is dat we eigenlijk meerdere projecten, we willen meer studenten aan elkaar koppelen. En een van de ideeën daarvoor is dat we een soort markt voor vraag en aanbod tussen het ROC en de ID-studenten kunnen openmaken. Een markt op basis van een webpagina. Zodat eigenlijk studenten leuke projecten bij elkaar kunnen zoeken naar behoeften. En de hoop is dat we misschien ook naar meer ROC-afdelingen die samenwerking tot stand kunnen brengen. Ik geef graag het woord aan Patrick. Hallo allemaal. Ik heb afgelopen semester een project gedraaid voor Plaswijk Park. En Plaswijk Park is een park in Rotterdam waarvoor momenteel plannen zijn om een binnenattractie te maken. En zij hebben eigenlijk aan mij gevraagd om te laten zien dat ik met een extra interactieve laag het spelen nog dynamischer en leuker kan maken. En een uitkomst daarvan is de Droomvanger, waarvan ik het prototype dus samen heb gemaakt met het ROC Eindhoven met Roel Cox. Ik wil jullie graag als vorm van introductie toch iets meegeven van het idee, zodat de beelden die ik daarna laat zien meer betekenis hebben. Ik ga nu proberen het filmpje af te spelen. Als het goed is, kan ik opklikken. Misschien dat iemand u voor mij hierop kan klikken.
gebeurt niks. Nee, dan slaan we hem over. Ik zal jullie kort uitleggen dan wat het idee was. De droomopvanger is gebaseerd op een interactief veld waarbij kinderen dromen vanuit het bed kunnen laten ontstaan. En wat wel te zien is op deze afbeelding is het bed. Door op het bed te drukken of erop te gaan staan komen de nachtmerries het veld binnen. En deze nachtmerries kunnen door het lichaam te gebruiken richting de droomopvanger geleid worden. Als ze eenmaal bij de droomopvanger zijn aangekomen, kunnen die nachtmerries gevangen worden door over de bal te draaien. En de andere afbeeldingen die hierna u te zien krijgt, zullen dit verder uitleggen. Dus ik ga verder. Dit is het eindresultaat van de droomopvanger zoals Roel en ik die gemaakt hebben. Bestaande uit een bal die rondgedraaid kan worden om een soort energiestraal als het ware op de vloer geprojecteerd uit te laten komen. En de nachtmerries die daarin zijn, die zullen dan worden gevangen. Ik wil nou kort ingaan op het proces zoals wij die doorlopen hebben. Ik ben begonnen met het schetstekeningen van het maken van de droomopvanger. En ik heb hier twee voorbeelden neergezet van twee schetsen van een hele hoop. Voor u de linker schets is de schets die we verder uitgewerkt hebben. En de afbeelding zoals die hier is, was nog te organisch om te bouwen. En die heb ik moeten vertalen naar een vorm die realiseerbaar was om te maken van hout bij het ROC. Dit is een technische tekening daarvan die ik zo aan Roel Cox heb gegeven. En die hij vervolgens in CAD verder heeft uitgewerkt, dieper op in is gegaan. En het zover heeft uitgetekend zodat het ook geprogrammeerd kon worden voor de zaakopdrachten. Dit hebben wij eerst getest. Ze hebben een proefmodelletje gemaakt. Wat je hier ziet zijn twee hoekpunten van het bovenstuk van de droomopvanger. Vervolgens zijn we begonnen aan de voet. Die is gefreesd uit verschillende ringen en die is opgeschuurd. En daarna de bouw van de kroon, dus het bovenstuk van de droomopvanger. De integratie van de bal en ook de elektronica, zodat gemeten kon worden hoe snel die bal ronddraait. Uiteindelijk de afwerking, dus we hebben hem geschilderd. En zo is uiteindelijk het prototype van de droomopvanger gerealiseerd. Zoals Peter net ook al kort heeft aangekaart, zijn de reflectiepuntjes van deze samenwerking. En ik denk dat ik ook namens Roel spreek, dat wij heel erg tevreden zijn met de samenwerking, hoe die verlopen is. En ik denk ook dat het prototype zoals je nu gehoord is, laat zien dat deze samenwerking succesvol verlopen is. En nog wat korte puntjes die ik graag wil noemen, is dat wij alle twee geproefd hebben van hoe het is om met elkaar te werken. Voor Roel om samen te werken met een ontwerper en ik om samen te werken met diegenen die de prototypes gaan bouwen. En ik denk ook dat het positieve daarvan is dat ik een idee heb gekregen van hoe dat later gaat. Ik heb ook bijvoorbeeld fouten gemaakt in de technische tekeningen. Ik heb rekening moeten houden op wat de mogelijkheden zijn en de beperkingen zijn van de machines. Ook wat de eisen zijn van het ROC. Dus al met al, gedurende het proces heb ik geleerd hoe het is om zo'n prototype echt tot stand te brengen. Bovendien ook de communicatie. Je bent niet altijd bij elkaar. Het is belangrijk om goed te communiceren zodat het prototype gebouwd wordt zoals we het voor ogen hadden. Hiermee wil ik afsluiten en met de afbeelding van hoe het prototype geworden is. En bedankt voor uw aandacht. U heeft verteld dat u coach bent op die samenwerking. En hij reflecteert heel braaf die samenwerking. Is dat het nieuwe onderwijs, waar we hierna trouwens over gaan praten? Is dat typisch voor het nieuwe onderwijs? Dat is in ieder geval typisch voor de faculteit Industrial Design. Ja, dat er coaches zijn en die heel nauw samenwerken met studenten. En die ook heel erg moeten reflecteren op welke handelingen ze, hoe ze hun ontwerp hebben gestuurd. En dan heb jij braaf die PowerPoint met al die punten over je eigen samenwerkingsdingen. Ik kan me voorstellen dat je dat... iedereen kan zijn wiskundeproefwerk maken, maar... Ja. Is dat nou ook echt zo, dat je dat allemaal zelf ziet? Hoe je rol verloopt in zo'n proces? Ja, dat is echt zo. Daar kan ik heel kort over zijn. Dit was ook voor mij ook de eerste keer om zo'n prototype in het groot te maken. Er zijn vaak wat kleinere dingen. Of wat meer low fidelity prototypes, zoals we dat noemen.
En dit is een prototype dat eigenlijk... En kan je dan de eerste keer al reflecteren op je eigen rol in het samenwerkingsproces? Ik heb daar zeker 45 jaar voor nodig gehad. Nou, dit is natuurlijk een eerste stap daarin. En om, zoals ik net al zei bij de presentatie, om te proeven van hoe dat het is om later ook zo samen te werken. Ja. Het zal ook vast een generationeel onderscheid zijn, hoor. Nee, dat ben ik serieus. Daar komen ze ook nog wel. Bedankt, ja, jongens. Kijk. Goed, next on the mic zijn een dame en een heer, te weten Iggy Dekkers en Philip Rol. En die, zo te horen, kwamen ze uit Eindhoven. Ze gaan in ieder geval over de wijk De Bergen in Eindhoven. Daar ligt een gapend gat en daar hebben ze beide voorstellen voor. Voorstellen zal ik nog heel even snel doen. Naast me staat Philip Rol. Mijn naam is Iggy Dekkers. En wij zijn allebei afstudeerders aan de Technische Universiteit Eindhoven, architectuur. En daarbij zitten wij in het afstudeerproject Atelier To The Bone. En daarin gaan wij met 18 studenten allemaal op zoek naar onze eigen fascinatie of de essentie van de architectuur. Nou, dat is natuurlijk heel erg veel om in een half jaar te doen, maar we proberen zo ver mogelijk te komen. Hetgeen wat ons bindt is de locatie. We hebben allebei de wijk Bergen in Eindhoven uitgezocht. Dat heeft de hoogste dichtheid van wat er in Eindhoven is. En als we dan inzoomen op dit gebied, dan krijgen we de Grote Berg, Kleine Berg, Bergstraat. Dat is een heel gezellig wijkje in Eindhoven. Maar wat me direct opvalt is dat grote witte gat in het midden, die leegte in de stad. En wij vinden allebei vanuit een andere visie dat niet zomaar kan. Zeker niet in een stedelijk gebied. En daar geven we allebei onze invulling voor. Het gaat dus over het gebied binnen de roze lijnen. Ik zal nu eerst even mijn project toelichten en daarna zal Philippe zijn project toelichten. Nou, dit is mijn project, Crowded Space Easy Living. Het beste kan ik het samenvatten als de kunst van het samenwonen, zoals de commissaris het vanochtend heel mooi verwoordde. Hoe ga je om in de toekomst met de ruimte als je weet dat er meer mensen komen en de druk op de ruimte dus groter wordt? En daarbij gaat het dus niet alleen over de ruimte die we nodig hebben om te wonen, maar vooral ook om de ruimte die we nodig hebben om ons voedsel te produceren, onze producten te produceren, maar ook het afval te compenseren. Want dat is in verhouding een veel groter deel dan het wonen op zich. Dus als je er iets aan zou willen doen, dan moet je dat ook zeker meenemen. Nou, mijn visie daarop is dus het wonen in de stad. Als je gaat kijken naar alle buitenwijken, daar hebben we het vanochtend ook al heel even over gehad, het versnipperde landschap hier in Brabant, dan zie je dat als je allemaal kleine centra's hebt, dat de infrastructuren daartussenin heel erg belangrijk zijn. Maar die zijn er ook heel veel. Als je dat, zoals op het rechtse plaatje te zien is, bij elkaar zou centreren, dus in een goed functionerend stadssysteem, heb je veel minder infrastructuur nodig, waardoor er meer echte natuur overblijft. Je kunt ook gebruik maken van elkaars energie. Daar hebben we het ook vanochtend over gehad. Plus dat ontmoetingen veel makkelijker gaan. Dus ook dit soort dingen makkelijker te bewerkstelligen zijn, omdat er nou eenmaal meer mensen bij elkaar zijn. Daar zit natuurlijk een grens aan. Je kunt niet oneindig veel mensen op een hoopje proppen. En die, omdat dat de sociale structuur gaat beïnvloeden in een negatieve manier. Dus wat ga ik nou doen? Ik probeer de grens op te zoeken van hoe ver kan je die stad nou verdichten, zodat er toch een fijne openbare ruimte ontstaat en goede stadswoningen. Nou, het concept is dus een groene omgeving maken in dat gebied. Functies zijn er genoeg, dus die voeg ik verder niet toe. Ik voeg woningen toe en groen. En die twee versterken samen de openbare ruimte en de sociale structuur. Dit is het traditionele model van de buitenwijken. Dus je hebt een perceel en daar zet je een woning op. Wat ik ga doen, omdat we in de stad natuurlijk gebrek aan ruimte hebben, is de footprint van de woning net zo groot maken als de kavel die je koopt, zeg maar. En het groen stop ik in de woning. Dus je hebt een iets grotere woning. Maar je hebt geen ruimte daaromheen, omdat jouw groenruimte zit in die woning. En op die manier wil ik dus het gebied gaan vullen. Nou, dit is een voorlopige schets daarvan. Plattegrond. Ik werk ook met hoogteverschillen om het verschil, zeg maar, tussen openbaar en privé goed te maken, duidelijk te maken. Je hebt hier dus een hoofdroute door de bergen waar de gewone stadsbezoeker, stadswandelaar
in het gebied kan verblijven. En voor de bewoners heb je meer semi-private hofjes en een soort dwaalroute door het gebied. Dit is nog even een maquetteplaatje van hoe het er dan uit zou zien met al de groene gevels en groene daken. En wat sfeerschetsen van het gebied. Dit zijn de materialen zoals ik ze voor ogen heb, de sferen. Daar moet ik wel bij zeggen dat het project zich pas in oktober afrondt. Dus er moet nog een boel gebeuren, maar dit is zover als ik nu ben. En dan geef ik nu het woord aan Philippe. Dankjewel. Dan ga ik ook nog in 5 minuten proberen om mijn verhaal te vertellen wat betreft de recover. Zo heb ik mijn plan nu genoemd. Draait in mijn geval ook om functioneel landschap, eigenlijk openbare ruimte, wat heel belangrijk is. Ik wil nog even benadrukken dat het gaat om work in progress. Het is echt in oktober pas af. Dit is ook gelijk een sollicitatie voor het volgende Brabant event. We komen ook graag het eindproduct laten zien. In ieder geval is het nu een mooie kans om ook aan te sluiten bij de ochtend. Want ik denk dat het eigenlijk een mooi verhaal is waarbij in praktijk komt wat er vanmorgen verteld is. In onze visie moeten wij in ieder geval meer verbinden, meer bewuster nadenken over de ruimte die we hebben. En de ruimte die er ligt, waar heel veel potentie voor is. Ik zei al, het is voornamelijk een visie die wij willen presenteren. Wij denken met het atelier dus heel erg bewust na over de kern van de architectuur. Wat is nou echt architectuur? En daarbij staat de mens versus de omgeving centraal. Mijn persoonlijke thema is daarbij sequentie met Barragán als leidraad. Louis Barragán is denk ik voor veel mensen bekend als architect die heel erg sequentie ontwerpt. En belangrijk daarbij is het contrast tussen opeenvolgende plekken. Beleving en bewustzijn wordt in mijn ogen versterkt door plekken die elkaar opvolgen heel goed met elkaar in verbinding te ontwerpen. En ik wil dat ook doen door een kleine saunafunctie in dat gebied te brengen en dus ook in hetzelfde gebied. In dit gebied is heel goed zichtbaar dat er een heel groot binnenterrein is en linksonder in het plaatje zit de binnenstad van Eindhoven. Dus een heel hoogstedelijk gebied waar heel veel mensen in de buurt komen, maar waar op dit moment veel te weinig gebeurt. Draai het plaatje even om, wat ik daar wil doen. Die rode lijnen zijn de routes die ik, de voor langzaam verkeer die ik door het gebied wil leggen. Ik wil het gebied openbreken, zodat het van wigvormige barrière naar een soort brandpunt gaat. Parkeren wil ik ondergronds oplossen. De zwarte punten zijn verticale verbindingen met een bergstraat, rechtsbovenin een toegang en onderin een uitgang. Dus eigenlijk heel efficiënt opgelost, maar wel onder het hele gebied. En dit is eigenlijk wat daar nu ligt. En dit staat ook op die markt met de mogelijkheid om een commentaar op te leveren. Dus doe dat alsjeblieft. Ik wil in ieder geval een nieuwe interpretatie van de saunafunctie in het gebied stoppen. Waarbij het eigenlijk een kleine functie is die heel erg reageert op wat er al in het gebied zit. Dus dat wil zeggen dat je eventjes in je middagpauze 1,5 uur naar de sauna gaat. En daarna iets eet in de kleine berg. En daarna weer aan het werk gaat. Wat ik heel belangrijk vind is om het gebied een beter karakter te geven en de achterkanten die het nu zijn, de blinde muren, om daar weer bebouwing tegenaan te zetten waardoor er een nieuwe voorkant ontstaat. Heel kort nog even de saunafunctie zelf. Op dit moment gefragmenteerd waarbij ondergronds verbindingen zijn en een soort cyclus door het middengebouw heen loopt. En er daar dus een hele belangrijke sequentie ontstaat doordat je je ene keer ondergronds bevindt en een moment verder weer in die bebouwing. En dat is eigenlijk iets wat in het hele gebied een leidraad moet zijn, waardoor het gebied ook een ontdekgebied wordt. Nog eventjes 2 vogelvluchten van de massastudie op dit moment. En dan wil ik heel graag afsluiten met deze opmerking van Glenn Murcutt. Als gezegd, we hebben ook een stand op de markt. Dat heeft tot nu toe iedereen geroepen, dus kom ook naar die van ons toe. Er is bewust ruimte op de posters om commentaar te leveren. Dus als jullie nu een scherp idee hebben of een mening of commentaar, of jullie vinden het echt niet kunnen, schrijf het alsjeblieft op. Het wordt als input meegenomen en hopelijk dus volgend jaar hier ook gepresenteerd. Ons atelier heeft 18 studenten, dus er zijn veel meer mensen die heel bewust nadenken over de relatie tussen mens en zijn omgeving. En over de kern van de architectuur. Mochten jullie daarin geïnteresseerd zijn, dan spreek ons straks even aan. Wij hebben ook een internetsite en onze presentaties zullen rond oktober zijn. En ik wil graag iedereen daarvoor uitnodigen om te komen kijken naar hoe wij tegenwoordig ook omgaan met architectuur. Dankjewel. Blijf even staan. Ja,
Komt toch de oude directeur bouwkunst bij mij omhoog. We hebben nog een minuut. Die kritiek, daar hoeven we misschien niet lang op te wachten. Dat laten we even nu. Wie wil er even op reageren op dat laatste plan? Ja, u doet dat al voor uw werk. U, parkeren ondergronds, dat willen we allemaal, maar dat is zo duur. Wat heeft u nou echt gedacht? Echt, wat heeft u echt gedacht toen u dat zat te vertellen? Geweldig. Dus niet zozeer op parkeren onder de grond, maar gewoon de benadering vanuit de essentie. Gewoon kijken, wat kan zo'n plek betekenen voor de stad? Even los van alle... Wij doen ook wonen boven winkels in Eindhoven. En dan heb je allerlei structuren, juridisch, wat kan niet. En ik ken die plek toevallig. Nou, dit is heerlijk vrij denken wat er zou kunnen. En volgens mij beginnen daar de goede dingen mee. Dus ik kom dadelijk zeker even langs. Leuk. Eerste fan heb je al. Goed, we houden het hierbij, want ik moet me ook aan de tijd houden. Bedankt. Dankjewel. Goed, next, het volgende koppel. Het motto van het volgende koppel is bewoners aan de macht. Nieuwe vormen van betrokkenheid bij de wijk. Dat heb ik al eens eerder gehoord in een aantal generaties. Maar Jules Scheffers en Tom Klaassen geven daar nieuw vorm aan. Yes. Innovatief wijkbeheer. Goedemiddag allemaal. Oh, ik zal dicht bij de microfoon staan. Wij zijn de volgende personen. Ik ben linksboven. Naast mij staat Jules. Daar rechts in de zaal zit nog Thomas en achter hem de presentatie zit Cara. Wij hebben ook in opdracht van Brabant Academy een hele leuke opdracht uitgevoerd. Aanleiding is eigenlijk een aantal foto's die u misschien wel of niet gaat herkennen. De hele opdracht heeft te maken met wijkbeheer. Dus als eerste foto 1, deze foto herkent u als goed is wel. Het bekende gemeentegroen, ook wel het zogenaamde bodembedekkers genoemd. Het zijn prikkelende struikjes, ze zijn goedkoop in onderhoud en aanleg. De volgende foto herkent u niet, als het goed is. Dit is iemand die in de openbare ruimte aan het werk is. Tot nu toe zie je dat heel weinig, nauwelijks. En dat willen we graag stimuleren met het model wat Jules hierna gaat uitleggen. De volgende foto herkent u als het goed is ook. Straten helemaal vol met blik. Je hebt natuurlijk het spanningsveld tussen parkeren en leefbaarheid. Dat is eigenlijk een probleem wat in iedere woonwijk ongeveer wel heerst. En het neemt gewoon dus de plaats in van spelende kinderen. Volgende foto herkent u ook, losliggende stoeptegels. Iedereen wil er eigenlijk wel iets aan doen. Mensen struikelen erover, het is geen gezicht. Alleen je hebt het idee dat je eerst 30 formulieren moet invullen voordat de gemeente het gaat doen. Verantwoordelijkheden worden heel snel afgedragen aan de gemeente, omdat zij toch duidelijk kunnen maken dat zij verantwoordelijk zijn. Volgende foto is het afval weggooien, dat herkent u ook. Mensen gooien gewoon een blikje op straat. Nou, nu negeert u dat nog vaak, maar stel dat u verantwoordelijk wordt voor uw eigen openbare ruimte, ga je dat misschien niet negeren en ga je er juist iets van zeggen. Dan de laatste foto, drie hele leuke mensen. Deze herkent u niet, want dit zouden misschien uw buren kunnen zijn. Sociale cohesie is in woonwijken nu nog op redelijk laag niveau. Individualisering speelt natuurlijk een grote rol de laatste tijd, maar toch heeft iedereen ook wel de drang om bij een groep te horen. Iedereen wil graag vrienden om zich heen hebben, iedereen heeft een behoefte aan groepsgevoel. Dat willen we dus met het model wat Jules nu gaat uitleggen, willen we dat eigenlijk gaan krijgen. Nou, ons concept is dus het wijkuitzendbureau. Het wijkuitzendbureau is een fysiek middelpunt van de buurt. En vanuit dit wijkuitzendbureau is onze visie dat vanuit daar het wijkbeheer zal worden geregeld. Dus in plaats van zoals je nu ziet dat vaak de gemeente het wijkbeheer regelt van bovenaf, is het idee dat het wijkuitzendbureau van onderop, vanuit de kern, het wijkbeheer gaat regelen. Dus niet meer de gemeente die een beheervisie heeft en zegt van het gazon moet 26 keer gemaaid worden. Maar bewoners die zeggen van goh, het wordt wel eens een keer tijd om dat gazon te gaan maaien. Het is wijkbeheer vanuit de behoeften van de bewoner. En hoe zit dat wijkuitzendbureau nou eigenlijk in elkaar? Nou, ten eerste moet er natuurlijk wel een bewaking zijn van die kwaliteit van de openbare ruimte. Want als we alleen maar gaan wachten tot bewoners een keer roepen dat er iets moet gaan gebeuren, dan krijg je heel snel verloedering en dan daalt de kwaliteit van de openbare ruimte. Dus er moet een bewaker zijn van die kwaliteit. En dat is de beheerder van het wijkuitzendbureau. Deze heeft ook echt verstand van fysiek wijkbeheer. Daarnaast hebben we een makelaar. En die makelaar moet u zien als een soort sociologische makelaar. Deze vraagt aan de wijk waar behoefte aan is. En die koppelt dat aan een fysieke actie. Daarnaast is er een bankier, daar zal ik later nog wat over vertellen.
Het idee is dus dat al die verschillende geldstromen die nu de wijk ingaan, dus niet alleen beheerbudgetten, maar ook bijvoorbeeld maatschappelijk werkbudgetten, het waterschap dat ook een deel van het beheer doet, woningcoöperaties, delen van het beheer, komen nu samenkomen op één post, in plaats van dat ze allemaal verschillende aannemers in dienst hebben die het wijkbeheer doet. Nou, wat zouden we kunnen doen met het geld wat we hiermee besparen? U ziet de kale gevels. Dit is een typisch beeld in de jaren 70 bloemkoolwijken. Nou, zou het niet heel fijn zijn als bewoners zelf een leuk idee zouden kunnen verzinnen voor deze kale gevels? Nou, met het wijkuitzienbureau kunnen ze dus hun creatieve ideeën aanpakken. Hier hadden bewoners het idee om een kattenklimmuur te maken, zodat alle katten uit de buurt gezellig op deze muur kunnen klimmen. Zou het ook niet fijn zijn als bijvoorbeeld deze mevrouw die wil graag een moestuintje in het openbaar groen, want ze woont in een flat. Maar u weet wat moestuintjes, die brengen altijd heel veel op en die kunt u niet met één familie weg eten. En bovendien is het erg intensief in onderhoud, dus dat doen we met de buurt samen. Zou het ook niet fijn zijn dat dit meisje daar ook bij kan helpen? Dit kleine meisje, wat over 5 jaar deel uitmaakt van die hele irritante hangjongerengroep, waar iedereen last van heeft. Maar dat meisje, dat zal over 15 jaar niet het groen gaan vernielen wat zij als klein meisje heeft geplant. En zou het ook niet fijn zijn als die irritatie dat u niet uw auto voor de deur kunt, als u dat kunt oplossen samen met uw buurt. Iedereen heeft een parkeerplaats voor de deur, maar onderhoudt deze ook. Dus in plaats van dat nu de borstelwagen langskomt wanneer de auto's er staan en het onkruid blijft staan, doen de bewoners dit zelf in ruil voor een parkeerplaats voor de deur. En zou het ook niet heel fijn zijn als u elke ochtend moet u haasten om uw kinderen op school te brengen. En samen met al die andere auto's die langs het schoolplein circuleren en enorme files veroorzaken. Zou het niet fijn zijn als u die murmur van kindercarpoolen uw kinderen bij de buren in de auto kan zetten en zelf nog eens even een rustig ontbijtje zou kunnen opeten. En zou het ook niet fijn zijn als u in plaats van dat u uw dure groenten bij de supermarkt inkoopt, want u wil graag biologisch eten, als u samen met uw buurt die groenten zou kunnen inkopen bij een biologische boer. Want dat scheelt u handen vol met geld en bovendien hoeft u niet zelf meer naar de supermarkt. En dat is ook nog eens heel duurzaam, want er is maar één auto die rijdt. Nou, dit zijn ook allemaal profijten die aan het wijkuitzienbureau gekoppeld kunnen worden. En die hebben wij dus. Wij vinden ook dat die profijten invloed moeten geven op de openbare ruimte. Dus als mensen iets doen, dan moeten ze daarbij invloed hebben. Nou hebben we het groene vingersysteem. Elke actie krijgt een groene vinger. Dus daarbij invloed op de openbare ruimte. Hoe meer groene vingers je hebt, hoe meer invloed je hebt op die inrichting van die openbare ruimte. We zijn nog niet klaar. Nou, tot slot gaan we nog even in een kleine resume de profijten eigenlijk opsommen. In de vorm van sociale effecten die je ermee bereikt. Volgende sheet alsjeblieft. Ja, nou, eerst krijg je dus de bewoners raken gemotiveerd omdat zij een zichtbare beloning krijgen in de vorm van die groene vinger. De groene vinger kunnen zij weer inzetten in de openbare ruimte. Volgende, geen beleidsstukken, maar concrete acties. Vanochtend heel veel sprekers gehoord en iedereen heeft het over veranderingen die gedaan moeten worden. Alleen ga nou eens gewoon wat doen in die wijk. Laat die bewoners zelf meedenken, wat wil ik, en laat het ze gewoon doen. De openbare ruimte gaat zo aansluiten bij de wensen van de gebruiker. Duurzaam idee, dus gegarandeerd succes. De bewoners krijgen een groei van onafhankelijkheid, zelfbeschikkend vermogen en zelfverantwoordelijkheid over die buurt. Dan krijg je nog langdurige participatie, de foto die je van het meisje zag met een schepje in de hand. Dat stimuleert de binding met de openbare ruimte, waardoor je dus die vandalisme in een later stadium eventueel kunt tegengaan. De rol van de burger die verandert van klant naar beheerder. Nu is de burger eigenlijk klant van de gemeente, alleen die rol wil je omdraaien naar beheerder. En dat willen we dus doen met het wijkuitzendbureau. Tot slot een kleine voorwaarde. Je moet natuurlijk kleinschalig starten met kleine projecten die eigenlijk gewoon succes hebben. Je kunt niet op grote schaal als een donderslag bij helder hemel in de wijk invallen en zeggen van nou, wij zijn deze organisatie, wij willen het volgende gaan doen. Nee, start kleinschalig, bouw een basisniveau van sociale cohesie op en ga daarna opschalen. En de slogan die u aan het begin ziet, lees hem nog even, beheer als vliegwiel voor sociale cohesie, die kun je daarna gaan omdraaien, dat sociale cohesie een vliegwiel wordt voor beter beheer. Nou, wilt u eventueel nog meer informatie? Wij hebben een stand en een hoop reactiekaartjes liggen. Schrijf daar uw reactie op en vouw het op als een blaadje zoals op de instructie staat en hang hem lekker aan ons boom. Dank u wel.
Oh, blijf heel even staan. Blijf heel even staan, want Wim Scheffer, independent real estate developer. Scheffers, de rijke tak. Wat vindt u hiervan? Ik vind het helemaal fantastisch. Dank u wel. Nee, ik meen het echt. Waarom nou zo'n lachje? Nee, wat ik er heel goed aan vind, als je nou eigenlijk, ik ben een senior, hè? Ik zit in die vierde generatie, langs maar zeker helemaal overbodig geworden, had ik zo toch wel een klein beetje de indruk. Maar wij schijnen ook nog verstand te hebben van dingen en ervaring. En wat je hier ziet is eigenlijk wel een soort doorloop die ik in mijn eigen ontwikkeling in vastgoedontwikkeling en woningcorporaties heb mogen meemaken. Waarbij al 10, 20 keer denk ik geprobeerd is om dit soort initiatieven uit de grond te krijgen. Maar jullie kiezen wel een hele aardige nieuwe insteek. Wat je eigenlijk ziet is dat in de laatste 3-4 decennia mensen zich steeds meer hebben teruggetrokken vanuit hun verantwoordelijkheid voor openbare ruimte in die individualisering en institutionaliseringsdrift die we hebben gehad. En als je nou eigenlijk er een keer op afstand naar zou kijken, denk ik, besteden mensen een gigantische bult tijd en energie en frustratie om al die logge organisaties die ver weg zijn gegroeid in beweging te krijgen. Terwijl waarschijnlijk de energie die ze in zoiets zouden moeten stoppen om het zelf voor elkaar te krijgen, met nog een keer een hoop, positieve prikkels erbij. Die energie is waarschijnlijk lager met een veel hogere satisfactie. En ik vind dat jullie op een werkelijk bijna geniale manier dat geïnstitutionaliseerd hebben in dat wijkuitzendbureau. De grote truc wordt natuurlijk van hoe krijgen we mensen uit de luie stoel zover dat ze dit ook weer echt gaan doen. En daar zit denk ik het probleem. We zijn wel zo ver met z'n allen afgegroeid van dat parkeerplaatsje en die 3-4 grassprietjes die je er gewoon ook zelf uit kunt trekken in plaats van 20 keer de gemeente te bellen, die toch niet komt, want daar moeten heel allerlei ambtenaren overheen. Dus de grote vraag is hoe je de mensen weer zover krijgt dat je ze hiervoor kunt enthousiasmeren. Maar ik denk dat het middel wat jullie neerzetten, de gedachte die erachter zit, dat groene vingersysteem als bonus, ik vind het echt hartstikke fantastisch. Applaus. Goed, bedankt. Goed, dan is er, het is natuurlijk fenomenaal hoe mensen zich tegenwoordig aan tijden kunnen houden. Toen wij vroeger met de Academie van Bouwkunst van die beoordelingen hadden, liepen die soms 3 uur uit. Dat duurde dan, zou tot 5 uur duren. Nou, dat is nog maar 20 jaar geleden en dan duurde dat tot 8 uur. En inmiddels is dat, we hebben wel iets bijgeleerd. Inmiddels is er een soort cultuur van op tijd komen. Misschien zelfs in Brabant, want we zijn nu helemaal op tijd geland dit hele uur. En daarom hebben we nog net wat ruimte voor iemand die gewoon graag iets wil zeggen. Omdat hij het interessant vond en dacht, nu is mijn kans. Kom wat dichterbij, Wouter van Niel. Hij is architectuurstudent aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Hij is hier zelfs niet geboren, maar woont in Eindhoven. En gaat met de goede boodschap langs scholen. Ja, goeiedag. Sta je dan zomaar in één keer zonder voorbereiding van presentatie of enige slide hier op de afbeelding, maar toch heel even een korte pitch. Met een fascinatie voor architectuur en constructie en techniek ben ik in Eindhoven komen studeren en heb ik besloten om toch niet naar Delft te gaan, ondanks dat dat voor mij om de hoek was, eigenlijk in de achtertuin. En ondanks dat ik zelfs ook heb getwijfeld over misschien de PABO of het lesgeven te ambiëren, heb ik op advies van mijn vader toch maar een vak gaan studeren. En heeft altijd de stelling van, joh, lesgeven kan je later altijd nog. En toen ik een jaartje geleden de mogelijkheid kreeg om een lesprogramma te ontwikkelen bij een middelbare school in Tilburg, heb ik die kans eigenlijk gelijk aangegrepen en heb ik een lesprogramma ontwikkeld bestaande uit een college, een workshop en een excursie. En heb ik daar met de ambitie om scholieren te leren laten kijken naar hun omgeving, heb ik verschillende lessen verzorgd. En dat was eigenlijk had zo'n positieve uitstraling op zowel de scholieren als de docenten. En dat gaf mij zoveel energie dat ik uiteindelijk nu al een jaar bezig ben op die middelbare school. En dat werkte eigenlijk heel goed. En toen heb ik tegen mezelf gezegd van, misschien is het tijd om proberen dit door te zetten en dit op meerdere middelbare scholen aan te bieden. Daar ben ik nu mee bezig. Ik heb inmiddels mijn eigen bedrijfje opgericht. Architectuurlessen. Ik heb hier ook mijn marktje staan. En er zijn inmiddels lopen er diverse contacten om deze lessen aan te bieden op middelbare scholen, in kunstweken, binnen CKV. En zo langzamerhand dat je met mensen in gesprek bent, komen er hele leuke initiatieven en ideeën naar boven. Eén initiatief of één idee, wat ik eigenlijk wel graag hier in dit gezelschap naar voren wil brengen, is een idee wat echt vandaag is geboren.
Met een ervaring in prijsvragen organiseren, waar ja, Kees ook wel wat van af weet, omdat we eerder samen hebben gewerkt. Leek het mij Donkers, fantastisch om binnen het idee van Brabant stad, wat toch nog wel een vaag begrip is, nog niet aantoonbaar is op de kaart, om met scholieren en onderwijsinstellingen van onderaf dat te laten borrelen en misschien tussen middelbare scholen onderling een prijsvraag te laten lanceren met het thema Brabant stad en architectuur. En die prijsvraag te laten concurreren, dat scholieren daarmee aan de slag gaan, dat we daar op die manier op een tentoonstelling daar bekendheid aan kunnen geven. En op die manier verschillende partijen van verschillende generaties bij elkaar komen en dat tegelijkertijd die drempel wordt verlaagd. Mochten jullie daar ideeën over hebben, andere ideeën, kom gerust naar me toe. Bedankt voor jullie aandacht. Goed, we gaan naar het volgende onderdeel. En daarvoor hebben we, het is een beetje een spiegelbeeldige sessie aan vanochtend, maar met nieuwe acteurs, zou je kunnen zeggen. Meneer Paul Rup, voorzitter van het college van de bestuur, die mochten we vanaf vanochtend weer gewoon baas noemen, van de Avans Hogeschool, gaat ons dadelijk toespreken. En gaat daarna ook in het midden zitten en heeft referenten aan zijn zijkant. Te weten, meneer Aart Bontekoning, die hebben we vanochtend al leren kennen. Mevrouw Ilona Dulfer is directeur bouwen en wonen van de ROC in Eindhoven. Bouwen en wonen, ROC is niet een onderwijsorganisatie, maar... ROC staat voor regionaal opleidingscentrum. Even wachten, Corné moet het nog aan wennen. Ja? ROC staat voor regionaal opleidingscentrum. Het zijn eigenlijk mbo-opleidingen. En er bestaan er 42 ROC's in Nederland. En in Eindhoven staat er een hele mooie mbo-instelling en die heet ROC Eindhoven. En die hebben een eigen directeur bouwen, omdat er zoveel gebouwd wordt? Wij geven heel veel bouwonderwijs en onderwijs op de houtmeubel, waar we net wat voorbeelden van hebben kunnen zien. Dus we doen bouwonderwijs, houtmeubelonderwijs en ook interieuradvies, dat soort zaken. Daarna zit mevrouw Alda Alagic. Zeg ik het mooi of zeg ik het te mooi? Mooi. Het is te mooi, hè? Want het is? Alagic. Nou, zat ik er niet van naast. En u doet onderzoek. U bent promovenda regionaal ruimtelijke ordening en stedelijke netwerken in Tilburg. Ja, aan de Academie voor Architectuur en Stedenbouw. Aan de academie waar vanochtend meneer Glaudemans daar was. En hier zit meneer Rien van der Vleuten en u bent directeur Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Klopt. En hoe verhoudt die zich nu tot, u verhoudt deze baas zich tot die baas, om het even plat te zeggen? Ah, die is te hoger natuurlijk. Maar... Avans Hogescholen is één van de hogeschoolorganisaties in Brabant en Fontys de andere. En in relatie hebben we wel met elkaar dat bij Avans Hogescholen een kunstafdeling is die zich vooral met autonoom beeldende kunst bezighoudt en grafische vormgeving, hoog niveau. En de Hogeschool voor de Kunsten waar ik leiding aan mag geven, die houdt zich vooral bezig met podiumkunsten en het kunstvak onderwijs. Dus u heeft de schilders... Niet. Die zitten bij meneer hem. Rup en de afdeling die daar zit. Dus en wij hebben dans en muziek en theater. En we hebben docentenopleidingen voor zowel dans, muziek, beeldend en theater. Ja. Het gesprek gaat over de toekomst van het onderwijs. Meneer Rup, bent u er klaar voor? Mag u als eerste een inleiding houden? Dank u wel. Mijn naam is overigens Ruup. Er staan twee puntjes op de U, maar ik weet dat die heel vaak bij allerlei computerweergaves wegvallen. Maar die staan ervoor om die U even iets omhoog te liften. Dames en heren, allereerst een compliment voor het initiatief van Jan van Dijk om hier de Brabant Academy te organiseren. In ieder geval voor het tweede jaar, weet ik, want ik weet dat een van onze medewerkers vorig jaar ook daarbij betrokken is geweest. En dank ook voor de uitnodiging om hier iets te vertellen over de toekomst van het hoger onderwijs in Brabant, maar vooral de allianties die dat hoger onderwijs in Brabant met andere partijen wil aangaan en hoe wil ze dat dan gaan doen. Ik denk dat het goed is om in dat verhaal even kort te schetsen waar we nu staan en waar we vandaan komen. In het interviewtje net met de collega van Fontys kwam al iets naar voren van hoe dat onderwijs in elkaar zit. U moet weten dat... Binnen het hoger onderwijs, daar valt het universitaire onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.
Dat heeft met name het hoger beroepsonderwijs de afgelopen 10, 15 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Als u weet dat er zo'n 15, 16 jaar geleden nog iets meer dan 400 hbo-instellingen waren en dat er nu nog 44 zijn, dan kunt u zich voorstellen dat er in dat veld een enorme schaalvergroting heeft plaatsgevonden. Van die 44 hbo-instellingen zijn er zo'n kleine 20 groter dan 10.000 studenten. En een kleine 22 die daaronder zitten. De kleinste is iets van 800, 900 studenten. Een PABO-opleiding in Helmond onder andere. De Kempel, ook een hbo-instelling. En de grootste, die zitten bij de Hogeschool Amsterdam. Hogeschool Rotterdam, die rond de 40.000 studenten zitten. Avans Hogeschool is een hogeschool die voortgekomen is uit, zoals ik dat nog in mijn eigen schooltijd kende, toen ik nog op de middelbare school zat en mij moest gaan oriënteren waar ik mijn studie zou voortzetten. Dan keek je naar een HTS of naar een HEO of naar de universiteit. Ik ben naar de universiteit gegaan, maar wij spraken toen nog over HTS'en en HEO's en dergelijke. Dat is allemaal oud, dat bestaat allemaal niet meer. Het zijn tegenwoordig allemaal academici die daar in dat veld opereren. We hadden de HTS Den Bosch, we hadden de HEO Breda. En nog een heleboel andere, de kunstacademies die daar een rol speelden, sociale academies. Nou, dat heeft allemaal tot fusies geleid. En Avans Hogeschool is nu een school met een kleine 23.000 studenten. De hoofdvestiging, de raad van bestuur, het college van bestuur, waar ik zelf voorzitter van ben, zit in Tilburg. Maar dat is onze kleinste vestiging, want Fontys heeft daar eigenlijk het grote hoofdkwartier, de grote opleidingen zitten samen met Eindhoven. Tilburg hebben we zo'n 1500 studenten, in Breda een kleine 13.000, 14.000 en hier in Den Bosch een 8.000, 8.500. Verspreid over 19 academies, dat zijn bijna alle domeinen die binnen het hoger beroepsonderwijs gegeven worden, met uitzondering van de lerarenopleidingen, de leergangen, de oude katholieke leergangen waar Fontys uit voort is gekomen en die ook met name bij Fontys zitten. Maar heb je het over de techniekopleidingen, de economische, financiële, de gezondheids, een PABO, dus zeg maar de basisschoolopleidingen, de kunst daarbij, al die domeinen vertegenwoordigen wij met Avans ook. Naast Avans kennen we Fontys in Brabant, een hogeschool die groter is wat omvang betreft als Avans. Zo'n kleine 38.000 studenten, ook buiten Brabant een aantal instellingen, hoofdvestigingen in Eindhoven en Tilburg. Ik noem net al even de Kempel in Helmond, een hele kleine. De NHTV in Breda, een niche-speler zoals we dat noemen op een heel hoogwaardig niveau. Met name in de hele recreatie- en vrije tijdswetenschappen. Als kernactiviteit en een paar andere activiteiten ook. Zo'n kleine 6.000 studenten. De HAS, Hogere Agrarische School hier in Den Bosch met zo'n 4.000 studenten, daar heb je het hoger beroepsonderwijs in Brabant, naast de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg daarbij. In zijn totaliteit een kleine 85.000 studenten die in Brabant in dat hoger onderwijs zitten. En dat is zo'n 3% van de Brabantse bevolking. Daarmee zitten we ook op het gemiddelde. Een provincie als Zeeland bijvoorbeeld, daar zit maar ongeveer 1% van de bevolking binnen het hoger onderwijs van Zeeland. En dan zie je twee ontwikkelingen. Eén, dat de Zeeuwse jongeren uit Zeeland wegtrekt. Heeft ook te maken met de demografische ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Maar ook dat ze minder doorstromen naar het hoger onderwijs. Dus onze allereerste alliantie is vooral ook gericht op het middelbaar beroepsonderwijs en de toeleveranciers van HAVO en VWO. Om te zorgen dat die doorstroming plaatsvindt, dat uitval wordt tegengegaan, want er vallen veel studenten uit binnen het hoger onderwijs, met name in het eerste jaar. En natuurlijk de verbreding, omdat we een maatschappelijke instelling zijn, gefinancierd met belastinggeld, de verbreding zoeken richting bedrijfsleven en overheid om die maatschappelijke taak op te pakken. En daar wil ik het met name ook over hebben, want dat is waar we naartoe gaan. Er is onlangs een rapport verschenen van de commissie Veerman, oud-minister van Landbouw, Kees Veerman, maar ook rechter magnificus in Wageningen geweest, heeft de opdracht gekregen om met een commissie dat hele hoger beroepsonderwijs en het universitaire onderwijs nog eens door te lichten en aan te geven van wat zouden nu in Nederland, willen wij kennisland nummer 1 worden in de wereld. Dat zijn we bij lange na al niet meer. We hebben heel hoog gestaan altijd. In de rankings stonden we zo bij de eerste 5. Maar we zijn inmiddels afgezakt naar ergens rond plaats 9, plaats 10. En willen we die positie van kennisland weer terugkrijgen, moet er een aantal zaken gebeuren. En Veerman heeft daar ook een aantal aanbevelingen voor gedaan. Waarbij er een paar zijn die met name liggen op het terrein van de Rijksoverheid.
En een aantal op het niveau van de instellingen zelf. En voor de instellingen zelf is een van de aanbevelingen die hij gegeven heeft, profileer je. Kies je sterke punten uit. Ga niet allemaal hetzelfde doen. Dat is iets wat je in toenemende mate gezien hebt. Want die schaalvergroting heeft ook geleid tot een schaalvervlakking, kun je wel zeggen. En de concurrentiestrijd die daarmee samenging. Als Fontys een opleiding ging doen die succesvol was, dan wilde Avans die ook meteen doen, want anders zou dat studenten kosten. En omgekeerd, hè, zo in die sfeer. Terwijl je eigenlijk veel meer moet gaan kijken, waar kunnen we elkaar versterken? En waar kunnen we zorgen dat we de beste leerlingen op de beste plekken krijgen met de beste docenten daarbij. En dat is iets wat we nu in samenwerkingsverbanden binnen het hoger onderwijs ook met elkaar aan het bespreken zijn, hoe je dat handen en voeten kunt geven. Een ander punt wat Veerman heel nadrukkelijk naar voren heeft gebracht is, ga met name het hoger beroepsonderwijs ook steeds meer inzetten op onderzoek. En vooral ook op praktijkgericht onderzoek. En daar kom ik bij de agenda van Brabant, die de provincie Noord-Brabant heeft gepresenteerd in de afgelopen maanden. Waar afgelopen vrijdag binnen de Provinciale Staten ook besluitvorming over heeft plaatsgevonden. De agenda van Brabant, en ik weet dat de commissaris van de Koningin vanmorgen daar ook over gesproken heeft, geeft een aantal focusgebieden aan waarin Brabant zich de komende jaren sterker wil maken en wil ontwikkelen. En daar liggen hele duidelijke uitnodigingen om met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven naar die verbinding te zoeken van wat dan wel de triple helix wordt genoemd, of de drie O's, of de drie K's, van kennis, kunde naar kassa, maar die verbinding tussen die partijen. En dat heeft ertoe geleid dat wij als hoger onderwijs ook de handen ineen hebben geslagen. We hebben met de Universiteit van Tilburg, Eindhoven, Fontys en NATV om de tafel zijn gaan zitten en gezegd, als we nou eens naar die agenda van Brabant kijken, wat staat daar nu in, wat wordt er verwacht, wat zijn de kansrijke gebieden binnen de Brabantse economie en de Brabantse samenleving die ontwikkeld zouden moeten worden. En hoe sluit ons onderwijs daarbij aan? Want het onderwijs wat in Brabant wordt verzorgd is voor een groot gedeelte regionaal onderwijs. Dat geldt ook voor de universiteit. Ik moet zeggen, zelfs tot mijn verrassing een beetje. Ik kwam niet uit die wereld. Ik heb de afgelopen 7 jaar hier in dit provinciehuis gewerkt als gedeputeerde. Regelmatig ook op dit podium gestaan. Maar tot mijn verrassing, toen ik rondkeek sinds 1 december actief als voorzitter, hoe nou de leerlingenstromen zijn, dan zie je dat ook binnen het universitair onderwijs het buitengewoon regionaal is ingebed. Bijna alle studenten in Tilburg komen uit de omgeving van Tilburg en Brabant. De studenten uit Eindhoven die komen voornamelijk uit Zuidoost-Brabant en een stukje Noord-Limburg daarbij. We zijn met 2 dingen zijn we bezig. We proberen die internationalisering veel meer vorm te geven. Ik ga er dadelijk nog eventjes op in waarom dat van belang is. En die verbreding ook op nationaal verband. Maar we zijn eigenlijk hele erg regionale instituten. Dat betekent ook dat we voor een groot gedeelte in diezelfde vijver vissen. En dan moet je zeggen, van hoe kun je dan die krachten bundelen om te zorgen dat je uiteindelijk, ook wat ik net al zei, het beste daaruit haalt. Nou, daarvoor heb je een gemeenschappelijk gedragen visie nodig. En wij zijn nu bezig, dat hebben we ook het provinciebestuur aangeboden, om met een eigen hoger onderwijsplan te komen die aansluit bij die agenda voor Brabant. Er zitten een aantal focusgebieden in die agenda waar wij op dit moment sterk op inzetten. Dat is de mobiliteit, logistiek automotive, rondom Helmond heel sterk, maar ook in Breda met Dynalog en de logistiek campus die daar ontwikkeld is. Maintenance is een nieuwe ontwikkeling die zich met name afspeelt rondom Woensdrecht, Breda, Tilburg en een stukje ook in Zeeland. Uit Piek in de Delta, de economische nota van het ministerie van Economische Zaken, heeft dat een prioriteit gekregen. De eerste maintenanceopleiding in Nederland gaat ook starten bij Avans Hogeschool volgend jaar september. Dat doen we in samenwerking met de Hogeschool van Zeeland, die zich helemaal richt op het beheer en onderhoud en eigenlijk verduurzaming van het gebruik en materialen. Duurzaamheid, een punt waar ik dadelijk apart nog even op terugkom. Een derde groot focusgebied is de transitie-energie, wat sterk in de ontwikkeling is ook rondom Eindhoven, de Universiteit van Eindhoven, maar ook binnen Avans Hogeschool en Fontys de nodige aandacht daarbij krijgt. Sociale innovatie, wil je die inbedding in die samenleving hebben en wil je zorgen dat die samenleving ook maatschappelijk toegevoegde waarde krijgt, dan wordt er steeds meer gevraagd aan sociale innovatie. Cultuur, als één belangrijk aandachtspunt van de provincie Noord-Brabant, wat ook in ons hoger onderwijs terug te vinden is, zowel op het gebied van kunst, design als architectuur.
Als je kijkt naar onderzoeken die er internationaal gehouden zijn en je ziet wat vestigingsfactoren zijn voor bedrijven, maar ook aantrekkingskracht is van hogere onderwijsinstellingen voor internationale studenten, dan speelt cultuur daar een buitengewoon belangrijke rol in. Dan speelt bereikbaarheid daar een belangrijke rol in. Je moet de moderne student, maar ook de moderne werknemer die over de wereld heen trekt, dat is overigens maar een klein percentage, dat moet ook niet vergeten, want het merendeel van de mensen wat afstudeert vindt meestal employ in de regio. Dat is nog steeds zo. Maar diegenen die komen vanuit internationaal, die willen als ze in Eindhoven zitten, willen ze ook heel makkelijk naar Parijs kunnen, naar Londen kunnen of naar Berlijn kunnen. Vliegvelden, spoorverbindingen en dergelijke zijn daar buitengewoon belangrijk bij. Maar ze willen ook in hun omgeving de kunst en de cultuur vinden die ze elders op de wereld ook kunnen aantreffen. Belangrijk aandachtsveld en terecht dat de provincie Noord-Brabant daar veel aandacht aan schenkt en ook in de opmaat naar culturele hoofdstad 2018. Woon- en leefklimaat, vanzelfsprekend. Vestigingsklimaateisen zijn heel erg belangrijk. Daar hoort sport bij, daar hoort vrije tijdsbesteding bij, leisure, toerisme. Daar hoort health en food in toenemende mate bij, in combinatie met de demografische ontwikkelingen. En heel belangrijk punt waar nog te weinig aandacht aan besteed wordt, ook in de opleidingen, dat is het ondernemerschap. Zorg je dat mensen die opgeleid worden ook een stuk ondernemerschap meekrijgen om te weten hoe ze hun kennis ook moeten toepassen en eventueel ook moeten verwaarden. En dat verwaarden is niet alleen maar hoe kan ik het maximale daar voor mij uithalen. Ik zag een van de laatste presentaties, de voorlaatste presentatie, dat laatste citaat wat daar stond. Hè, wat kun je ook teruggeven? In ons eigen meerjaren beleidsplan, wat we nu aan het schrijven zijn, daar wordt in de missie ook gezegd dat wij niet alleen studenten willen opleiden tot professionals, dus op hun vakgebied als deskundigen die met de competenties en de instrumenten, de skills, zoals ze zeggen, de samenleving tegemoet kunnen treden, maar die iets extra's hebben, die er iets bij hebben, die iets weten van duurzaamheid. En niet duurzaamheid dat je met zonnepanelen werkt of anderszins, nee, maar die duurzaam zijn in hun gedrag. Die op het moment dat ze weten dat ze beslissingen nemen, ook de effecten daarvan en het onomkeerbare daarvan realiseren. Dat zijn de maatschappelijke betrokkenheid. Want je bent niet een individu wat in die samenleving dadelijk aan het werk gaat. Je bent ook iemand die verbindingen legt met je omgeving. En dat betekent dat je maatschappelijke betrokkenheid moet hebben. En daar hoort die maatschappelijke verantwoording, die duurzaamheid en de ondernemerschap heel nadrukkelijk bij. Wat is dan de bedoeling wat wij de komende jaren willen gaan doen waar het onderwijs mee bezig is? Het doel is eigenlijk een krachtige impuls te geven aan sociale en economische groei van Brabant. Door meer focus te leggen op de onderzoeksactiviteiten en door een versnelling van het hele vernieuwingsproces binnen dat hoger onderwijs te entameren. Daar speelt talentontwikkeling een buitengewoon grote rol in. Excellentie, het is een term die je heel vaak hoort, ook in verband met onderwijs tegenwoordig. We hebben speciale programma's zijn aan het ontwikkelen, zogenaamde honorsprogramma's, waar studenten uitgedaagd worden om ook het beste uit zichzelf te halen. Maar niet alleen de studenten, dat geldt natuurlijk ook voor de docenten en voor het ondersteunend personeel, de medewerkers. Er liggen ambitieuze programma's voor het hoger onderwijs, met name binnen het hoger beroepsonderwijs, om het aantal gepromoveerden behoorlijk te doen stijgen. Dat moet in 2017 op 10% van de medewerkers terechtkomen, gepromoveerden. Dat is nu ongeveer 2-3%, dus daar ligt een behoorlijke opgave. En het aantal docenten wat een mastertitel heeft binnen het hoger beroepsonderwijs moet naar de 70%. En dat ligt op dit moment zo rond de 54-55% op dat punt. Dat zijn ambitieuze programma's. Waarom doen we dat? Omdat de kwaliteitsimpuls die we geven aan het personeel, de verhoging van hun eigen vaardigheden en de onderzoeksvaardigheden met name, ook dat is een belangrijk punt, omdat dat iets is wat binnen het hoger beroepsonderwijs pas in de laatste jaren in ontwikkeling is gekomen, uiteindelijk ook zorgt voor een kwaliteitsverhoging en een kwaliteitsverbetering van het onderwijs zelf en dus ook richting de studenten. Heel belangrijk daarbij is dat een student niet alleen monodisciplinair wordt opgeleid, maar ook steeds meer multidisciplinair. Ook in staat is om over de grenzen van zijn eigen studie en zijn eigen academie heen te kijken. Ik vond de laatste presentatie die ik zag, daar zag je een heleboel voorbeelden van die multidisciplinariteit terugkomen. Hoe je een aantal vakgebieden bij elkaar brengt, in dit geval voor het beheer van de wijk. Nou, dat zijn belangrijke eigenschappen en ook maatschappelijk relevante afstudeerthema's. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat de samenwerking met het bedrijfsleven verder wordt uitgebouwd. Er zijn binnen het HBO met de ondernemers veel contacten.
Op dit moment weet ik dat alleen binnen Avans Hogeschool we zo'n 300 contacten hebben met bedrijven. Waar onderzoek, stageplaatsen, samenwerking mee plaatsvindt. Er zijn ook instituten voor opgericht. We hebben ondernemerslift, we hebben ondernemerscentrum, we hebben starterslift, samenwerkingsverbanden tussen het hoger onderwijs en de universiteiten, bedrijfsleven en overheden. Met name ook de ontwikkelmaatschappijen spelen daar een belangrijke rol in, zoals de BOM en Rewin. Bedoeld om die onderzoeksvaardigheid, maar ook de starters, startende bedrijven, en dat zijn ook al vaak studenten die in de laatste fase zitten van hun opleiding en die al bezig zijn om te kijken hoe ze eigen bedrijfjes kunnen gaan starten, om die ook te begeleiden en met dat ondernemerschap verder te brengen. Want ook dat is een belangrijk punt. Hoe meer bedrijfjes er starten in een omgeving, hoe economisch rijker die omgeving uiteindelijk ook wordt. Dat klinkt heel mooi. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal bedreigingen aan de horizon. De sterke vergrijzing van Brabant, de demografische ontwikkelingen die daar een rol in spelen. De wetenschap dat wij over een jaar of 10, 15 veel meer mensen in het arbeidsproces nodig hebben dan dat we waarschijnlijk kunnen leveren. Dat betekent ook dat we sterk inzetten op die internationalisering. Iets wat binnen het hoger beroepsonderwijs wel van de grond komt, maar nog echt een paar flinke stappen moet maken. Niet alleen door studenten naar ons toe te halen. Dat zie je binnen de Universiteit van Eindhoven, zeker in de masters, al sterk ontwikkeld. En ook in Tilburg zie je dat wel ontwikkeld, maar binnen de hoger beroepsonderwijs minder. Maar ook internationale onderzoekers en faciliteiten daarbij halen. Die internationalisering, die van belang is om te weten wat er in die wereld gebeurt, maar ook beïnvloed te worden door allerlei ontwikkelingen elders die je kunt toepassen op je eigen regio, heeft is een belangrijk speerpunt in het meerjarenbeleid van het HBO. De economische valorisatie, maar ook de maatschappelijke valorisatie op kennisgebied van alfa en gamma, blijft nog achter. Ondanks al die contacten, met name het MKB, is een punt waar nog flink in geïnvesteerd moet worden om ook met name die kleinere bedrijven die stap te laten maken naar hoe je van kennis uiteindelijk en de kunde die daarbij hoort kassa kunt maken, hoe je die kennis ook kunt vermeerderen. Een belangrijke rol voor het onderwijs daarin weggelegd. Ik ga afronden, want ik zie dat u heel nerveus wordt naast mij. Een van de punten, en dat hangt samen met de valorisatieopdracht en met de internationaliseringsopdracht, is dat we aan het kijken zijn of het mogelijk is om in Brabant een zogenaamd Brabant University College op te richten. Een internationaal kenniscentrum, wat feitelijk de kern moet worden van het hele Brabantse kennisecosysteem. Met name op de focusgebieden die ik straks noemde. Want dat zijn op dit moment ook de economische aandachtsvelden van Brabant, waar de samenleving vraagt om studenten die daarin afgestudeerd zijn, zodat ze ook kunnen gaan werken in die verschillende branches. En via zo'n internationaal kennisinstituut, wat als een magneet werkt voor aantrekking van niet alleen studenten en onderzoekers, maar ook van bedrijven. Kijk wat er in Singapore is gebeurd. Kijk wat er rondom Boston is gebeurd met het MIT. Kijk wat er in Silicon Valley gebeurt. Kijk wat er in München is gebeurd. Kijk ook een beetje wat er in Eindhoven is gebeurd met de high-tech campus. Dan zie je dat dit soort van campussen en instituten die bij elkaar worden gebracht, internationaal op niveau worden gebracht, als een magneet werken voor de ontwikkeling van je regio. Want dat is eigenlijk de belangrijkste opgave die we als hoger beroepsonderwijs hebben. En daarmee sluit ik af. Wij zijn een maatschappelijk betrokken onderneming die studenten opleidt, klaar voor de toekomst, die uiteindelijk in diezelfde samenleving hun weg moeten kunnen gaan vinden en die bijdragen aan een beter welzijn en welvaart voor Brabant. Dank u wel. Dank u. Ja, gaat u zitten, meneer Rup. Ik heb opgeschreven, we zakken op de kennisranglijst, het vergrijst hier enorm. Studenten die komen eigenlijk alleen maar uit de regio en we vechten elkaar de tent uit. Dus, dat laatste op niet hoor. Oh, die eerste drie wel. Goed. Ik ga niet vragen aan meneer Van der Vleuten om er meteen op te reageren, want jullie kennen elkaar al van haaf tot gort op elke borrel. Ik wilde eigenlijk meneer Anton Noé van EMET vragen hierop te reageren. Ja, heel kort dan, want het is niet echt een onderwerp. Ik heb twee dochters, 18 en 20. Ik doe het blijkbaar verkeerd, want ze willen liever thuis blijven dan dat ze naar de beste universiteit gaan. Ja. De dimensie ruimte is een belangrijke, denk ik. Ik denk dat, net zoals in de zorg, is excellent onderwijs eigenlijk gedwongen om excellentie te concentreren rondom, schaarse excellentie als het ware te concentreren.
Een ander punt waar ik aan zat te denken is de dimensie tijd. Wij dwingen onze studenten, vanwege economische redenen, om hun opleiding in een relatief korte periode te doen. Ik zat me af te vragen, meneer Rupp, tijdens uw betoog, of de term een leven lang leren wel voldoende aandacht krijgt in het huidige onderwijssysteem. Ik zou mij kunnen voorstellen dat we proberen om toegevoegde waarde, economische waardecreatie en onderwijs iets meer met elkaar te verbinden. En op die manier dus een echte samenhang tussen de drie O's, overheid, onderwijs en ondernemers, te creëren. Ik heb het gevoel dat we nog te veel kloven ontwikkelen. Ik zit weer te denken aan een discussie die ik had met mijn dochters. Die wil ik wel eens ontmoeten. You'd be so happy. die voelen zich onder druk gezet vanwege een aantal factoren. Veel heeft te maken met tijd. Als ze dan ook nog eens in Boston of in Massachusetts zouden studeren. Ja, het zou bijna onmogelijk zijn. Heel duur in ieder geval. Ja, ik schrok ook van die regionalisering. Even een kort antwoord erop. In welke zin schrok u van die regionalisering? Nou, dat we allemaal elkaar wijsmaken dat we internationaliseren. Dat we alles weten over een zelfmoordcase van onze iPod. Dus we zijn ook globaal geïnformeerd. We hebben allemaal een internationale ambitie. En dit heet de Brabant Academy en niet Academie. Wat ik ook allemaal prima vind. En ondertussen, zegt u, die studenten die komen steeds vaker van om de hoek. Ja, dat is ook zo. Dat is een paradox. Dus we leven een internationaal leven. Ja, maar daar zit veel beeldvorming bij. Hè? We praten ook over glocalisering tegenwoordig. Ja. Je ziet dat mensen toch heel erg sterk hechten aan hun directe omgeving. Je ziet overigens ook tendensen in de samenleving. En ik moest eraan denken toen ik die presentatie van die twee studenten zag rondom dat wijkbeheer. Dat we op zoek zijn ook naar nieuwe organisatiemodellen die vooral kleinschalig zijn, waarbij binding heel erg belangrijk is. Philip Blond, een van de adviseurs van de nieuwe Engelse premier Cameron, heeft een heel aardig boek geschreven, The Red Tory, waarin hij aangeeft, de staat 100% dat werkt niet, de markt 100% dat werkt ook niet. We moeten naar nieuwe gemeenschappen, kleinschalig, waar mensen weer zelf een deel van de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun directe omgeving, wat zo mooi zat in het plan wat straks werd gepresenteerd, waarbij die binding en die herkenning en die identiteit een veel grotere rol speelt. Tegelijkertijd willen we wel overal kunnen komen en over de hele wereld kunnen reizen en alles kunnen zien en meemaken. Dat hoeft geen paradox te zijn, maar je moet wel ergens ankers hebben. Even op de vraag ingaan en de opmerking die net gemaakt werd. Toch even het beestje bij de naam noemen. Is het nou niet zo dat aan de ene kant zien we studentenpopulaties al maar stoerder zijn, internationaler zijn en samenwerken enzovoort, maar ze zijn ook al maar dorpser. De Zoetermeerse architectuurstudent was de eerste die hier bij wijze van spreken niet geboren was. Er is een verdorpsing aan de gang. Ik weet niet of dat in het verleden zoveel anders was. Voor het beroepsonderwijs sowieso niet. Het hoger beroepsonderwijs is altijd een zeer lokaal, regionaal georganiseerde onderwijsvorm geweest. Het universitaire onderwijs voor een groot gedeelte ook, met uitzondering van een paar universiteiten die heel gespecialiseerd universitair onderwijs geven. Denk aan Wageningen, Landbouw Hogeschool Wageningen, daar komen ze vanuit het hele land. De Brabantse student, maar dat geldt ook voor de Groningse studenten en voor de TH-student, tegenwoordig TU-student in Enschede. Die komen allemaal uit de regio naar hun dichtstbijzijnde instituut. Sterker nog, we hebben 70 verschillende opleidingen binnen onze 19 academies. Als wij een opleiding stoppen, dan scheelt dat over het algemeen niet heel erg veel studenten. Ook niet bij de aanmeldingen, want die gaan iets anders doen. Binnen hetzelfde domein van techniek of wat dan ook. Dus er wordt eerder gekeken naar waar ga ik naartoe en welke opleiding ga ik daar binnen doen. Dan, ik wil per se uitzonderingen daar laten. Ik wil per se die opleiding, die kan ik alleen maar in Groningen doen of in Amsterdam doen. Dan ga ik daar maar naartoe. Dat is iets wat een trend die niet nieuw is, die al heel erg lang bestaat. Kunt u dat generationeel verklaren, meneer Bontekoning? Ligt daar inderdaad een lijntje naar de generatie dat een ontwikkeling is? Ik kom uit die tijd dat je vooral weg wilde. Ik zat in Utrecht te kijken, waar kan ik studeren om vlucht te ontvluchten. Ja,
Tja. Alsof ik even het antwoord heb, zeg. Nee, er komt iets anders in me op wat ik wel herken. En dan als ik zit te luisteren, denk ik van jeetje, wat een volle agenda. Met alle thema's die genoemd zijn, ben ik het volstrekt eens. Maar het is niet meer te doen als manager om al die thema's aan te zwengelen. Dus er zijn als het ware hulptroepen nodig om die vraagstukken op te lossen. En die zijn er ook volgens mij. Dus ik heb geleerd net dat je een ander perspectief moet pakken. En dat je vanuit daar naar zo'n vraagstuk kunt kijken. Dus dat ben ik nu aan het doen, als het ware. En ik weet toevallig iets van generatie af. En dan pak ik twee thema's die me opvullen. Ik vind dat er veel te zorgelijk wordt gesproken over de vergrijzing. Want dat schiet niet op. Ja, dat schiet wel op en de verkeerde kant op. Als we zorgelijk gaan praten over alle mensen hier, die hier zitten, die 55 plus zijn, dan zakt hun de moed ook in de schoenen. Dat is niet vol te houden. Dus hallo zeg, 30% van de mensen zijn boven de 55. Wat een ervaring en wat een talent. Waar zit dat eigenlijk? En zouden we die mensen zelf kunnen vragen om het... om er nog eens even goed over na te denken. Ik heb vanmorgen gezegd, we zitten minder in een generatiewisseling. En het valt me op dat heel veel 55-plussers nadenken over die vraag. Bijna automatisch. Ik ben hartstikke vitaal. Ik weet heel veel. Wat kan ik er nog mee doen? Een beetje een steuntje in de rug. En ze lossen dat vraagstuk zelf op. Dat kan dus dan van de agenda af. Dus dat zijn hulptroepen en het is een ander perspectief. En ik denk dat dat wel flink aan de orde is. Ja. Ben ik een beetje duidelijk in wat ik zeg? Kijk even naar de mensen. Ja, okay. Mevrouw Alagic, op de academie in Tilburg is datzelfde regionale structuur aan de hand. Hè? Studenten kunnen ook niet echt van ver komen. Nou, dat klopt niet helemaal. Dichterbij de microfoon. Dat klopt niet helemaal bij ons. Is het zo goed? academie is heel divers qua mensen waar ze vandaan komen. Er zijn mensen die uit Middelburg komen, maar ook mensen die helemaal uit het laagste puntje van Limburg komen. Ik denk dat het te maken heeft met de wijze en de manier hoe onderwijs wordt gegeven. Dus dat mensen mensen naartoe komen die echt voor die opleiding en voor die manier van onderwijs kiezen. Het heeft ook mee te maken dat studenten die wij hebben op een latere leeftijd voor de opleiding kiezen. Dus dat ze eerst de HBO of HTS hebben afgemaakt. Dat ze een paar jaartjes hebben gewerkt en daarna ervoor kiezen om verder voor een master te gaan studeren. Dus dat die keuze heel veel bewuster is. Dus ik denk dat het ook daarmee te maken heeft. Even Karen Doms, want die wil nog iets zeggen over de generatie. Nou ja, er kwam net de vraag over de regionalisering. En waarom zouden de studenten nu, is dat generationeel te verklaren? En toen begon nu meneer over de babyboom. Maar mijn primaire reactie was, ja, die protestgeneratie die had ook het geld om zo snel mogelijk het huis uit te willen. Wat ik zie nu is een combinatie van wat u ook zegt met uw dochters, comfort thuis. En tegelijkertijd ook een veel slechtere financiële situatie om nou eens even in Groningen op kamers te gaan. Dus ik hoor ook heel erg veel academische taal hier. Het klopt, ik snap het. Maar ik mis een beetje het gevoel van hoe dat ook praktisch werkt. Zou ik wel leuk vinden om wat meer van de jongere generatie aan het woord te horen. Nou, er zijn er daar twee. Doet je niet? Oh, het is toch ook geen probleem? Ik heb het niet als probleem neergezet. Ik heb geconstateerd dat de onderwijsinstellingen vooral regionaal mensen trekken. Puur als constatering. Ik vind dat ook geen probleem. Maakt u geen moer uit? Of uw populatie ten dele uit China, India, Rusland. Nee, want ik ben een tijdje directeur academie geweest en ik was er trots op als we een Rus hadden of een Braziliaan. Waarom? Namelijk ook groot, omdat het grote invloed had op de studentenpopulatie. Nee, maar dat is iets anders. Ik heb twee dingen gezegd. Ik heb iets gezegd over regionalisering, waar komen de studenten vandaan? En ik heb iets gezegd over de noodzaak tot internationalisering. Dat is namelijk iets anders. Hè? Dat is echt iets anders waar we het over hebben. Volgens mij is dat hetzelfde. Nee, dat is niet waar. Even terug naar de oorsprong. Het hoger beroepsonderwijs is ten principale een regionale instelling. En wij hebben, daar zijn we heel breed. Voor de regio sluiten wij aan bij de behoefte die daar speelt. En je hebt binnen dat hele vlak een aantal pieken waarin je wilt excelleren. En daar kun je een nationale en zelfs een internationale uitstraling voor hebben. Dat is ook onze primaire taak.
Dus daarom vind ik dat de meeste studenten bij ons uit de regio komen, vind ik helemaal geen probleem. Het gaat erom dat we kwaliteit leveren. Maar er moet wel, en dat ben ik met u eens, er moet wel een zekere bevruchting plaatsvinden om te voorkomen dat je in een inteeltsituatie terechtkomt. En daar is internationalisering een heel belangrijk punt van. Ja, daar wil ik wel even op reageren, het verhaal van net. U heeft het heet over behoeften vanuit de maatschappij, zal ik maar even... Dat gaat zo. Sorry, dit is les 1 in het moderatorschap, je mag hem nooit loslaten. Klopje weg. De behoefte vanuit de maatschappij, zeg maar, we praten vanuit Brabant. U praat vanuit beleid van de provincie Brabant en daar wordt naartoe geschreven natuurlijk, want dat is de behoefte waarin voorzien moet gaan worden. Maar ik vind het wel een beetje een verouderd concept, zeker nu de economie helemaal een omslag aan het maken is en ook dit soort initiatieven vanuit de buurtwijk ook van andere kanten komen. Ik zie studenten nog steeds, of mensen die willen studeren of leergierig zijn als individuen die zichzelf willen ontwikkelen en eigenlijk op zoek zijn naar zelfontplooiing. Als je dat lukt, komt daar veel meer energie uit om, en soms duurt dat dus wel langer voordat mensen dus later instromen op een opleiding waar u het over had, dat ze ontdekt hebben waar ze goed in zijn, wat ze willen, waar hun kracht zit en dat daarin gefaciliteerd wordt en de behoefte voorzien. En ik denk als mensen dat hebben, dat het ook vervolgt in het verhaal dat er minder misschien geconsumeerd wordt, dus ook misschien minder behoefte is aan personeel bij McDonald's, ik zeg maar iets, waar je dus ook een soort verschuiving krijgt in de economie. En ja, ik denk dat daar veel meer op gericht moet worden. Het is tot nu toe een soort opeenstapeling geworden van, vroeger ging je bij je vader in bedrijf werken, daarna wilden meerdere mensen gaan werken ergens, dus moest je daarvoor opgeleid worden, dus kreeg je een klas met 1 docent ervoor, niet meer leermeesterschap en de leerlingen en het gezel. Maar gewoon hele groepen die opgeleid werden. En dat zijn weer opleidingen geworden. Ik denk dat het omgedraaid moet worden. Je vindt het... Maar dat gebeurt ook. Hè? Als je kijkt wat er jaarlijks aan nieuwe opleidingen starten, die juist ook op die behoeftes inspelen. En dat zijn niet alleen de behoeftes die komen vanuit de maatschappelijke ontwikkeling en het bedrijfsleven, maar ook die te maken hebben met interesses en ontwikkelingen. Een heel mooi voorbeeld wat ik kan noemen, wat je nu op meerdere instituten ziet. Traditioneel, technisch onderwijs was vaak ook verdeeld in elektronica en werktuigbouwkunde. De ontwikkelingen in de samenleving, de ontwikkelingen binnen ICT en ontwikkelingen binnen die hele branches zijn zo ver gegaan, die dingen zijn steeds meer vervlochten met elkaar geraakt. Er is nu een nieuwe opleiding een aantal jaren geleden gestart en je ziet hem op meerdere plekken nu terugkomen, mechatronica. Daar komen die zaken bij elkaar. Die spelen in op een behoefte die ook bij studenten kennelijk leeft, maar die ook in de samenleving leeft, omdat we niet meer traditioneel die mensen opleiden voor vakken die er dadelijk niet meer zijn, maar die proberen vooruit te kijken op de vakken van de toekomst. Want wij moeten ons ook steeds realiseren, en daarom moeten we niet aan elke hype en modegril meedoen. Als er vandaag iets wordt gevraagd, moet je wel weten of het over 5, 6, 7 jaar ook nog gevraagd wordt. Want dan komt die generatie studenten pas de markt op. Dus je moet langer doorkijken naar wat de behoeften en ontwikkelingen zijn, dan alleen datgene wat vandaag speelt. Maar het onderwijs is constant in ontwikkeling op dat gebied, juist om die reden die jij noemt. Meneer Van Beurden. Ja, dat ben ik. Studenten toch ook. Ik bedoel, we hebben het hier over internationalisering. Gaan studeren waar je wil, in de buurt of al dan niet. Ik denk dat het vooral vanuit de student zelf komt. Ik bedoel, er zijn studiejaren die ik zou kunnen vullen zonder een enkel studiepunt te verdienen. Puur met alleen de dingen die georganiseerd worden door studenten. Dat is allemaal leuk en aardig, dat doe ik dan. Dan krijg ik thuis op mijn dak dat ik een jaar of 2 jaar langer over doe dan dat ik zou moeten doen. Maar dat zijn juist wel de dingen waar mijn ouders en mijn familie het over hebben op de feestjes. Dus wat is het? Is het de studie die je volgt? Zijn dat voor soort dingen? Nou, ons bestuurswerk bijvoorbeeld, of internationale workshops, noem het. Dingen die je naast je studie zelf opzoekt. Maar ik denk dat het veel meer aan de onderwijsinstellingen zelf is om te faciliteren de mogelijkheid voor studenten om naar het buitenland toe te gaan. Want voor mij, ik ben student aan de Universiteit van Eindhoven, is het in de bachelor haast onmogelijk om een halfjaartje weg te gaan. Gewoon omdat het niet past in het curriculum. Ja. Dus dat vind ik aan de onderwijsbestuur. Dus minder beleidsregeltjes en meer gewoon acties waar studenten iets aan hebben en waar ze zich uiteindelijk mee kunnen profileren bij hun sollicitatiegesprek. Eens, dat sluit ook aan bij de opmerking die helemaal in het begin werd gemaakt, waar ik nog geen antwoord op heb kunnen geven over de paradox. Hè? Dat je zegt van je wil meer investeren in kennis, we willen meer ontplooiingsmogelijkheden geven, maar we bekorten de tijdsduur en we knijpen in het geld daarbij. Een van de ambities die wij ook hebben opgeschreven voor de komende jaren is dat wij ook minimaal 20% van onze studenten internationaal willen kunnen laten studeren, maar ook stages en opleidingen volgen. Er zijn overigens faciliteiten waarbij je een half jaar uit je studie bent om andere dingen te doen die wel degelijk ook bijdragen aan je vorming en waardoor je niet wordt bekort op je studietijd.
Het zit af en toe wel lastig in de curriculum, want dan moet je soms wel een jaar overslaan als je een half jaar weg bent, omdat dat curriculum pas een jaar later weer start. Die flexibiliteit, wij noemen dat onderwijslogistiek, maatwerk leveren aan datgene wat de student doet, dat is op dit moment een voorwerp voor onderzoek om te kijken hoe we daarop kunnen anticiperen. Want ook ik vind het buitengewoon, en ik heb ook kinderen van 20, 22 en 25 die studeren, dus ik krijg ook al die discussies thuis. Maar, en overigens gewoon ook nog allemaal thuis op 1A. Ook ik zie dat het buitengewoon waardevol is om buiten je studie, en daar is een studie ook voor bedoeld, en daar zijn ook je studiejaren voor bedoeld, om jezelf te ontplooien en ook eens te ruiken en te proeven van andere dingen waar je normaal gesproken niet aan toe komt. Nou, die ruimte, die zou het onderwijs wel moeten bieden. Maar ook wij zijn gebonden aan een aantal overheidsregels waar we op afgerekend worden in de bekostiging. Dat is de andere kant van de zaak. Ik kreeg net het idee om een keer met al die dochters een symposium te houden, maar... Twee zoons en één dochter. Ja, ik wou net zeggen, ik heb twee zoons. Maar ik wil nog heel even ingaan denken op wat Maarten, want ik ben de trotse directeur onderwijs van Industrial Design, waar Maarten is afgestudeerd. En ik wil denk ik zijn punt even duidelijk maken. En dat gaat er namelijk om, van wij moeten veel meer strategisch nadenken over wat voor soort onderwijs we geven. Bij Industrial Design hebben we ervoor gekozen, competentiegericht leren. Elke student maakt zijn eigen programma. Moet zelf, dus daarom kon die andere studenten goed reflecteren, want dat moet hij vanaf dag 1 doen. Hij maakt zelf. Hij kan het goed nadoen? Nee, dat is niet nadoen. Het is zijn manier van leren. Ja, ik hoorde laatst dat er hersen. Nu breekt u mij de bek open. Ik hoorde laatst dat uit hersenonderzoek blijkt dat je dat tot je 24ste helemaal niet kan. Nou, kom eens langs bij ons met een Design. Dat is wel heel kort in de bocht. Het hersenonderzoek is iets genuanceerder. De keuzemogelijkheden die je voor de lange termijn moet maken, die worden ontwikkeld tussen je 16e en je 24ste. En sommigen hebben het op hun 16e al en sommigen hebben het pas op hun 24ste. Maar daar is ons onderwijs niet op ingespeeld, want je moet op je 12e, je 13e al je eerste keuzes gaan maken. En die voorsorteren waar je uiteindelijk terecht komt, begint veel te vroeg. Maar dat is een ander facet. En we vinden niet dat er een over... Ja. Ik wil het nog even afmaken, want het gaat er namelijk om. Nu, u zei het zo mooi, je hebt het curriculum. Wij hebben ervoor gekozen, je hebt geen curriculum, je hebt een individueel curriculum. Daarmee kan die student makkelijk aan zijn behoeftes toekomen, want hij past het in. Er is geen enkel probleem om naar het buitenland te gaan bij ons. Er is geen enkel probleem om dat soort activiteiten te doen. Bestuursuitdagingen te doen. En wat je ziet, is dat studenten er beter van worden. Ze worden van de studie afgetrokken door buitenlandse bedrijven, omdat ze zien dat ze een andere mentaliteit hebben, een andere insteek hebben. En ik denk dat dat soort discussies veel meer gevoerd moeten worden over hoe we eigenlijk tegen het onderwijs als proces en als model aankijken. Meneer Van der Vleuten, neem het stok over. Ja, het is een enerverende middag. Ik ben er niet helemaal vanochtend bij geweest. Maar ik merk aan het tempo van het praten dat er heel veel verteld wil worden. En dat geeft ook aan wat de ambitie is. Ik wil het even terugbrengen naar een paar stellingen die aansluiten op onderwijs in de plaats van onderwijs. Voor mij is het simpel gezegd zo, met steeds minder werkenden zullen wij niet werkenden samen moeten onderhouden. Dat kan maar op één manier. En dat is namelijk slimmer gaan werken. En slimmer gaan werken kan je maar weer op één manier. Door mensen slimmer te maken. Dus je moet investeren in het onderwijs. Maar dat doet iedereen al. En wat kunnen we nou in Brabant anders doen dan op andere plekken? Nou, dat is in ieder geval zorgen dat die slimme Brabanders ook slim in Brabant blijven. En dus is het helemaal niet erg dat die jongelui hier naar hogescholen, universiteiten en dergelijke gaan, want vroeger moesten wij naar de wereld toe, maar nu komt de wereld naar ons toe. Dus daar is geen probleem. In het onderwijs zelf moet wel iets gaan veranderen. Want wij hebben het onderwijs de afgelopen jaren, of het nu basisonderwijs, voortgezet onderwijs of hoger onderwijs is, gerationaliseerd. En in die rationalisering van het onderwijs hebben we eigenlijk weggestreept waar we het meeste behoefte aan hebben, namelijk verbeelding. En die verbeelding is eruit gerationaliseerd en mijn pleidooi zal dus ook gaan, en niet alleen over het hoger onderwijs, voor een plaats van de verbeelding en derhalve dus van het ondersteunen van die verbeelding. Daar komt mijn stelling op uit. Waarom verbeelding? Om 4 redenen. Op de eerste plaats is verbeelding nodig, dat ligt voor de hand sinds Florida dat boek geschreven heeft, daar waar verbeelding is, groeit de economie. Hoef ik verder niet uit te leggen, iedere wethouder heeft dat boek op zijn kastje liggen. En dat nemen we dan als kunsthogeschool ook dankbaar aan, want in één keer gaan de deuren open. Maar belangrijker is nog een sociaal-maatschappelijke betekenis van de verbeelding.
Daar waar mensen geleerd hebben met de verbeelding om te gaan, zijn ze niet meer bang voor een ander kleurtje in de wijk. Zijn ze niet meer bang voor een andere taal en zijn ze ook niet meer bang voor dingen die ze nog niet kennen. Verbeelding in het onderwijs zal de grootste maatschappelijke verbetering kunnen brengen. Natuurlijk moet er verbeelding zijn gewoon vanwege de beleving die je op je plek houdt. En tenslotte is dus verbeelding in het onderwijs zeg maar de manier om gewoon ook een ander soort onderwijs te noemen. Waardevol onderwijs. En als we dat willen doen, dan moet dat wat mij betreft vooral, en daar kan jullie verbeelding in helpen, cultuurrijk onderwijs zijn. Daar is Brabant goed in, want Brabant heeft een rijke cultuur in de aard en gewoonte. Voor mij is Brabant vooral rijk door haar mogelijkheden in ontmoetingen. En als het nou toevallig zo is, dat echte innovatie, dat is een andere stelling die ik ooit ergens gebruikt heb, gebeurt op de randen van de disciplines, dan kun je dat niet zonder ontmoetingen mogelijk te maken. Dus, probeer nu met die rijkdom van die ontmoeting die innovatie gestalte te geven door maximaal te investeren in de verrijking van het onderwijs zelf. En dus is mijn stelling, alleen door maximaal te investeren in het onderwijs kan Brabant slim genoeg blijven om economische betekenis te houden. En leg vooral daarbij de nadruk op maximaal, daar waar ik er nu van uitga, dat het huidige onderwijs, ook in Brabant, maar niet alleen in Brabant, minimaal voorzien wordt. Dankjewel. U start uw pleidooi met de verbeelding die in het onderwijs zou moeten zitten. Uw stelling, zit dat niet in? En gaat het eigenlijk vooral over slim genoeg blijven, wat meer naar intelligentie lijkt te verwijzen. Welke denkfout maak ik nu? Ja, dat is juist de verbeelding, omdat we in slimmer onderwijs, hier, dat is, ik heb erover nagedacht, moet ik dat maximaal nu vervangen door cultuurrijk onderwijs? Ja. Nee, maximaal is cultuurrijk, maar we zijn zo ver weggerationaliseerd dat we maximaal vinden geld of we vinden maximaal, we vinden slimmer ook automatisch intelligenter. Ja. Zo ver zijn we aan het rationaliseren. Dus laat maar staan wat er staat, degenen die de verbeelding oppakken, die lezen het vanuit de verbeelding. Het gekke is natuurlijk dat de kunstacademies nog nooit zoveel toestroom hebben gehad als het laatste decennium. Maar ze nemen niet meer aan overigens, hoor, want dat is een landelijk nogal wat vraag. Maar we hebben wel grote belangstelling. Ja, populairder dan ooit. Ja. Het kunstvakonderwijs en alles wat eromheen hangt. Dus het lijkt op het niveau van de studenteninstroom, is die verbeelding wel heel erg aanwezig. U haalt twee dingen nou misschien door elkaar, sorry hoor. Dat ik Nee. De aanwas of de potentiële aanwas is niet hetzelfde als de kwaliteit van de verbeelding. Dus we krijgen 2000 aanmeldingen voor 500 plaatsen. Maar het gaat er juist om 500 de beste plaatsen te hebben. En daarmee zeg ik niet, laat dat dan Koreanen of welke andere mensen, laat dat wat mij betreft de 500 slimste Brabanders zijn. Maar daarmee zeg ik tegelijkertijd, daar moeten we nu aan gaan werken, dat die daar wel vandaan kunnen komen. Mm-hmm. Helaas constateren we dat we slimmere mensen uit Zweden kunnen krijgen. Maar dat ligt niet aan het hoger onderwijs, dat ligt aan wat daarvoor ligt en wat we hier laten liggen. Ja. Mm-hmm. Maar ik trigger er eigenlijk op, u zegt we zijn zo ver gerationaliseerd dat we het begrip slim eigenlijk zonder verbeelding denken. Dat we dat als intelligentie denken. Tegelijkertijd, ik zit al 20 jaar, 25 jaar in de creatieve industrie en ik hoef het niet meer uit te leggen op feestjes. Vroeger wel, want mensen dachten, wat doet een designer? Dat is er geen idee van. Dus het besef van creativiteit en van verbeelding is toegenomen. Wat u ook zegt met Florida. Zeker. Ja, die heeft veel goed gedaan voor ons. Dus ik snap die klacht niet zo. Want, nou ja, kijk, daar waar het weer verbonden wordt, hè, het design aan economische verbetering. We maken weer nieuwe soepschaaltjes of weet ik het. En daar kunnen we dan een bedrijfje mee maken en dan worden we economisch beter. Dat is toch wat zeg maar de gemiddelde hoorder verstaat onder creativiteit zal ons verder helpen. Maar dat is het helemaal niet. Het is een andere manier van samenwerken. Het is een andere opvatting over hoe de samenleving in elkaar zit. Het is een andere manier over het denken in concepten. En dus af van bijvoorbeeld het product. En die slimheid, die verbeelding, die zijn we aan het uitbannen. En gelukkig komt die in kunstonderwijs weer geleidelijk aan terug. Maar ook nog veel kunstonderwijs
gaat over het product, terwijl het zou moeten gaan over de processen. Maar dan hou ik het even over het hoger onderwijs. In het basis- en voortgezet onderwijs hebben we het, bij mij in de buurt in ieder geval, kan het creatieve vak tegenwoordig gegeven worden door een slimme moeder die toch op vrijdagmiddag vrij is. En daarmee hebben we het dan, weggerationaliseerd. Mm-hmm. Meneer Rup zei even iets over, we moeten ons ook specialiseren, want we kunnen niet met z'n allen op hetzelfde aanbod hebben enzovoort. Is uw hogeschool genoeg gespecialiseerd op één vak? Zouden we een voorbeeld moeten nemen aan die fusie-creativiteitsscholen? Ik wil het even breder maken, ook om het kader van Brabant, zonder dat ik te lange tijd zal nemen. We beseffen te weinig hoe rijk kunst- en cultuuronderwijs we in Brabant hebben. Ja. In Breda doen ze echt op hoog niveau van alles rondom grafiek en alles wat te maken heeft met media. En ze hebben daar ook de autonome kunsten, schilderen, beeldhouden, maar dan in moderne wijze prima zitten. In Eindhoven hebben we een instituut, het werd straks helaas niet genoemd, Design Academy. Wat op wereldniveau in de vormgeving doet. Zit elkaar niet in de weg. En in Tilburg hebben we op het podium alles wat we maar zouden willen, inclusief ook nog het kunstvak docentschap met 600 studenten per jaar. Breder kun je het niet hebben. En Den Bosch. Het is, in Den Bosch, dat reken ik even tot de categorie ook die in Breda uitgevoerd wordt. Breder kun je het niet hebben. En we kunnen er op allerlei mogelijke manieren prima combinaties mee maken. Er staan die scholen alle drie ook hartstikke voor open. Alleen het vergt natuurlijk die eerste stap de waarde te willen zien van wat dergelijk soort onderwijs kan betekenen. Zowel in bedrijven, maar ook in het gedragen worden door plaatselijke, regionale, maar ook provinciale overheden. Wie ziet die waarde niet? Het is een element bij u. Waar zit uw pijn dan? In het feit dat op het moment dat het totale onderwijs beperkt wordt door dat in kastjes van 4 jaar te stoppen, door tegelijkertijd toch te willen dat het verbinding moet hebben met de praktijkplekken. Geen ruimte te bieden om daarmee ook extra uit te pakken. Maar ook door, en je zult het nu ook landelijk zien, aanvankelijk te zeggen dat het hoog noodzakelijk is dat veel geïnvesteerd wordt in onderwijs, maar het als laatste paragraaf toe te voegen aan welk document dan ook. En dat gebeurt bij de Rijksoverheid, het gebeurt plaatselijk, het gebeurt ook provinciaal. Als je zegt je moet maximaal investeren, dan moet het net zo hoog op de agenda staan als welke wegeninfrastructuur en wat dan ook. En dat merk ik eigenlijk te weinig. Die begrijp ik. Nou is het me helder. Wat me overigens wel opvalt in het betoog van u beiden rondom onderwijs, en ik ben ook een amateur onderwijsdeskundige, want ik heb dus ook 2 dochters, godzijdank zijn ze afgestudeerd. Maar wat mij wel opvalt is dat ik zelf vind, terwijl ik niet zo'n voorstander ben van schaalvergroting in allerlei instituten, corporatieland is absoluut veel te groot geworden. Ik onderschrijf dat wel op het gebied van onderwijs, want net ging er een beetje een hakketak discussie over van wat doen de grote instituten nog niet goed. Maar als je eens 30 jaar terugkijkt, toen hadden we zo'n versprokkeld onderwijslandschap dat een heleboel slagen, vooral in het maken van contacten naar de buitenwereld internationaal, die konden we gewoon niet maken. Dus ik denk dat dat, in ieder geval in het Brabantse, voor zover ik het kan overzien, het wel een hele goede ontwikkeling is. Dat er een bepaalde schaalniveau wordt gemaakt waarin interne afstemmingen beter kan worden gecoördineerd van dat laten we aan een andere. Nou, dat zijn nu 4 of 5 instituten waarbij je dat moet doen. Dat is volgens mij hartstikke goed. Tegelijkertijd zit het dilemma, en dat zit ook een beetje in uw laatste betoog. Geeft die massale ontwikkeling van die, hoeveel duizend had u er, Avans? 23.000. In Gods hemels Christus naam weten jullie nog wel wie Jantje en Pietje zijn. En hoe zorg je nou dat je dat gevoel met die laag daaronderin niet verliest. Terwijl die student juist veel meer in die diversiteit, in dat netwerkwereldje, zichzelf moet zien te ontplooien. Jullie moeten dat eigenlijk als een soort faciliterend instituut doen. En ik mis dat element een beetje. Hoe blijven jullie je klant, je student voelen en faciliteren in de schaalsprong die je hebt gemaakt? Ja. Groot in kleinschaligheid zijn. Ik denk overigens dat wel een van de sterke eigenschappen, dat blijkt ook uit alle studententevredenheidsonderzoeken van Avans is. Dat vergt in ieder geval dat je een organisatiestructuur hebt die heel plat is. Als je kijkt naar onze organisatiestructuur, we hebben een raad van bestuur van 3 personen, met daar een paar beleidsmedewerkers omheen, er zijn er nog geen 10.
En daar direct onder zitten de academies met hun eigen directie, die direct het onderwijspersoneel en ondersteunend personeel aansturen. Dus het is een hele eenvoudige structuur. Die zijn georganiseerd in academies, die zijn georganiseerd binnen hun opleidingen. En daar vinden ook de studentcontacten plaats met docentencontacten. Het gekend zijn en het gekend worden is een van de belangrijkste doelstellingen, maar ook de belangrijkste faalfactoren voor studenten. Dus wij proberen het ook zodanig te organiseren, dat lukt de ene keer beter dan de andere keer, dat docenten ook minimaal 3 keer per jaar een voortgangsgesprek hebben met een student 1-op-1. Naast alle andere contacten die ze hebben als ze in de les zijn, maar dat dus ook heel direct gevolgd wordt. Dat vergt nogal wat organisatie, het vergt organisatie aan de basis, maar het is heel erg belangrijk om dat ook te hebben. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen, kijk naar mijn eigen studententijd, ik heb in Nijmegen gestudeerd, was ook een grote universiteit. Had ik iets met de Universiteit van Nijmegen, met geneeskunde of tandheelkunde, helemaal niks. Ik had met mijn eigen faculteit te maken en daarbinnen met mijn eigen sectie waar ik mijn opleiding deed. In die cellenstructuur zou je kunnen zeggen, dat moet je dus heel goed organiseren. En je moet dat faciliteren. Wat je moet voorkomen, en dat is een groot gevaar van grote organisaties, is dat de bureaucratie evenredig toeneemt. En dat in de facilitering van die docent en die ondersteuner op de werkvloer, dat optimaal gebeurt en niet vast ligt aan allerlei regels. En zo'n docent heb ik hier... En dat is, daar hebben we, ja, en dat is denk ik wel heel belangrijk. De professionele ruimte van de deskundige, die moet gecreëerd worden. Nou, als voorbeeld, ik ben een docent bij ook een nieuwe opleiding die nu net 2 jaar bestaat. En de studenten, ze hebben dadelijk tentamen, dus ik vermoed dat ze er niet meer zijn. Hij is van ons, hè? Dat ik even zeg. Ik ken hem. Nee, in dit grote instituut, hè? 2000 man, ik ken hem. Ja. Maar als voorbeeld, ik ben eigenlijk voor hem, zo is dat, ja. Maar eigenlijk met mijn studenten bijvoorbeeld, wat Paul zegt, wij doen het 4 keer per jaar, ieder blok, met de student afspreken. Oké, waar sta je nu? Is dit de juiste opleiding voor je? Waar wil je naartoe? In de verbeelding, oké, schrijf eens een brief in de toekomst als je afgestudeerd bent. Wat ga je doen? Wat zijn je plannen? Om inderdaad die creativiteit te combineren met dat ondernemerschap en dat zakelijkheid en de bewustwording te krijgen. Zodat die studenten ook zelf dadelijk met beide benen op de grond staan. En goed begeleid worden. Maar er is nog een hele wereld te winnen. Absoluut, absoluut. Maar we proberen dat zo goed mogelijk te doen. En als je zelf ondernemer bent, ik heb 50 studenten in het eerste jaar zitten. Ja, je kunt het vergelijken met 50 werknemers die je hebt. Je wilt ze allemaal goed begeleiden. En dat kost je gewoon heel veel tijd. Naast het onderwijs. Hebben jullie toevallig ook een student hier in de zaal op dit moment? Van Avans? Ja, die ziet er zo uit. Want dan ben ik wel geïnteresseerd wat die ervan vindt. Eigenlijk wilde ik vragen, we hebben hier een programma en dat gaat over onderwijs voor de toekomst. En we hebben het allemaal over onderwijs in het heden. Ja. En ik zou zo graag meer horen over waar we naartoe willen met z'n allen. En wat we voor plannen hebben en wat voor soort onderwijs we willen. Want Caroline Hummels die heeft al verteld over dat bij de faculteit Industrial Design, waar ik zelf ook studeer, de vorm van onderwijs is heel anders. En die kan uit eigen ervaring spreken dat dat echt heel goed werkt. En daarom zou ik zo graag van meer mensen willen horen waar we naartoe willen en wat we daaraan gaan doen. Dat we wat concreter kunnen worden hier. Mevrouw Ilona Dulfer. Mevrouw Dulfer gaat dat oplossen voor jou. Die wordt opeens ongelooflijk concreet. En over de toekomst. En nu. Ik weet niet of ik de oplossing ga brengen. Ik werk al 26 jaar in het onderwijs. En ik ben het onderwijs met hart en nieren toegedaan. En toch heb ik mijn stelling, zoals die hier staat, gevormd. Onderwijs is een noodzakelijk kwaad. Ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag voor de toekomst. Maar ik ga in ieder geval proberen uit te leggen wat ik met deze stelling bedoel. Ik ben directeur van de School van Bouw en Wonen bij ROC Eindhoven. Net bij de presentaties waren er al 2 leuke voorbeelden hoe wij samenwerken met, ja, net was het eventjes, vakkunst en met dus de TU-student die dus heel mooi de droomvangen heeft gemaakt. Dat zijn voorbeelden als je het hebt over onderwijs voor de toekomst. En ik denk van, dat moeten we veel vaker doen. Ik draag al sinds, denk 1,5 jaar Jan, de Brabant Academy een zeer warm hart toe. En waarom? Vanwege die verbinding van die 3 O's. En volgens mij hebben we het nu al heel veel over onderwijs gehad. En ik moet zeggen, het laatste half uur al heel veel over het hoger onderwijs. Daar gaat maar een beperkt deel van de beroepsbevolking naartoe. Dus ik wil het graag verbreden naar al het onderwijs.
Beroepsonderwijs, daar werk ik nu zelf in mbo, daar is ongeveer 3/4 van de bevolking in geschoold. Maar als ik het onderwijs breed ga bekijken, gewoon in heel Nederland, dan vind ik eigenlijk dat de laatste tijd dat onderwijs inderdaad een kwaad is geworden. En dat klinkt raar voor iemand die zo lang in het onderwijs werkt. Maar ik vind, het woord zelfontplooiing werd net genoemd, dat er veel te weinig aandacht voor is. We leren het meeste in onze eerste levensjaren. Je leert in eerste instantie zitten, staan, lopen, praten, communiceren. En dan ineens is het afgelopen. Dan moet je naar school. En in het begin is dat spannend en leuk. En ik begrijp dat er nu al plannen zijn dat je op 3 jaar al naar school moet. En taal- en rekenachterstand moet wegwerken. En dan denk ik, waar moet het naartoe? Het onderwijs van de toekomst moet volgens mij veel meer aandacht geven aan die zelfontplooiing. En aan het leren wat iedereen van nature doet. Ik werk ook bij ons op school mee. Dat ik zeg, we hebben een klas. We werken met vaste groepsgroottes. Heeft ook allemaal natuurlijk met bekostiging van het onderwijs te maken. Want wees eerlijk, het is, wat is te goedkoper dan 50, nou dat doen we niet hoor, maar bij wijze van spreken, tegelijk in één hok een docent voor. Heel makkelijk. Maar ja, de vraag die zich dan opdient, leer je op zo'n manier? Nou, als we dat als onderwijs verstaan van de toekomst, dan zie ik het echt als een kwaad. Nee, het onderwijs van de toekomst, natuurlijk is onderwijs noodzakelijk. Maar het echte leren doe je niet in de schoolbanken. Laten we het daar ook over hebben, want volgens mij het echte leren doe je continu 24 uur per dag. En misschien nog wel veel meer met die bestuursfuncties die net genoemd werden. Ik heb ook 2 kinderen, 2 zoons. Eén studeert medicijnen, heeft een jaar, je kan zeggen, verspild. En wij zeggen, god, wat heeft hij in dat jaar veel geleerd. Wat goed voor zijn algemene ontwikkeling. Want volgens mij is dat ook een onderdeel van je studie, dat je aan jezelf werkt. Je eigen ontwikkeling, je algemene ontwikkeling. En als we het hebben over onderwijs en leren, en natuurlijk is het belangrijk dat we veel investeren in de economie en in onderwijs. Ik zou ook veel meer geld willen dat het naar onderwijs ging. Maar dan wel naar het onderwijs waar elk individu zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontplooien. De een heeft daar meer tijd voor nodig, de ander heeft daar minder tijd voor nodig. We praten ook over een leven lang leren, dus het hoeft niet in die paar jaar dat je in de schoolbanken zit. Laten we ook oog hebben dat het misschien ook wel heel prettig is om misschien maar 2 jaartjes naar een vervolgopleiding te gaan. Dan heerlijk een jaar of 10 te gaan werken en ineens te denken, goh, nou zou ik van het beroep waar ik nu in werk meer willen weten. En dan verder gaan studeren. Want ja, je kan je ook afvragen, misschien willen een aantal mensen een hand opsteken. Ik zeg eventjes, nou laten we zeggen, mensen van boven de 40, als jullie durven uitkomen voor de leeftijd, die nog steeds werken in het beroep waarvoor ze ooit een studie hebben gekozen. Ik ben zelf chemicus en ik ben boven de 40 en ik werk niet meer in het beroep waar ik ooit voor gekozen heb. Dus mag ik vragen, wie werkt er nog wel in het beroep waar die ooit voor gekozen heeft? Nou, ik tel niet voor handen, dat zegt iets over de leeftijd in de zaal of dat zegt iets anders. Maar als je dit in Nederland zou onderzoeken, dan zie je dus dat een heleboel mensen niet meer werken in de studierichting of het beroep waar ze ooit voor gekozen hebben. En is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Kijk eens naar een krant, sla hem eens open naar de advertenties. En wat staat daar? Wij vragen academisch werk- en denkniveau. Dan denk ik, ja, wat is dat? Nou, dat schijnt toch een bepaald meetlatje te zijn wat je dan in Nederland hebt en waar je aan kan afmeten of iemand dat heeft. Moet je dan academisch geschoold zijn, diploma hebben? Nee, dat hoeft ook niet eens altijd. Maar je moet het wel aantonen. Ja, dan kan je vragen hoe. Nou, volgens mij zijn dat de zaken waar we het voor, als we het hebben over onderwijs voor de toekomst, met elkaar over moeten hebben. Want leren doe je niet alleen de schoolbanken. En leren doe je zeker niet als een ander oplegt hoe je moet leren. Ieder mens heeft zijn eigen leerstijl en zijn eigen manier van leren en ontwikkelen. En voor het onderwijs van de toekomst zou ik graag met jullie willen brainstormen hoe we dat dan vormgeven in de vaste structuren. En natuurlijk hebben we last van de bekostering die we van de overheid krijgen. Nou, misschien moeten we het daar maar eens over hebben hoe we dat dan vorm gaan geven. Willen jullie graag even uitnodigen. Wie wil erop reageren? Ik moet mezelf een beetje tegenhouden. Ja. Ja, ik vind het toch wel heel even interessant om na te denken over hoe het zou kunnen komen dat er dus maar zo weinig mensen
zeg maar zoveel werk, jaren later nog steeds werken in het vak waar ze voor geleerd hebben. Want het kan dan wel geen probleem vormen, maar ik denk dat als je erover na gaat denken, dat dat best zou kunnen komen doordat je inderdaad één keer kiest voor een opleiding en stel je gaat technische scheikunde studeren. Als je na 3 jaar denkt, nee, dit is het toch eigenlijk niet. Ja, dan stopt de studiefinanciering bijna en dan je bent al een paar jaar ouder en dan kom je in collegebanken met mensen die jonger zijn. En er zijn eigenlijk zoveel obstakels dat zou het niet interessant zijn om te kijken naar hoe de samenleving er dan uit zou zien. Als we die obstakels allemaal weg zouden halen en mensen dus wel gewoon 20 jaar lang in het vakgebied werken waar ze voor geleerd hebben. Zouden we dan niet veel sneller vooruit gaan? Of moeten we misschien de keuze niet zo op jonge leeftijd al maken? Zou dat misschien de oplossing zijn? Nou, het leuke is wel natuurlijk, in mijn tijd nog, ik ben dus dik boven de 50, hadden wij van die studenten die al 17 jaar studeerden, met nog steeds studietoelagen en met 6 studies achter de rug. Dus laten we ook wel even blijven zien dat waar we vandaan komen. Ik denk wel dat we doorgeslagen zijn in het aanscherpen van allerlei dingen. Maar zelfontplooiing of blijven werken in het vakgebied waarvoor je gestudeerd hebt, of je nou in dat vakgebied werkt of niet, dat is denk ik niet zo spannend. Je leert een set vaardigheden en ik ben het met mevrouw hartstikke eens dat dat niet alleen maar technische vaardigheden zijn, maar dat dat ook algemene vormende vaardigheden moeten zijn. Maar enige druk denk ik op mensen in een studiefase om ook een keer een keuze te maken en ergens naartoe te werken, lijkt mij toch wel gezond, zou ik als nuancerende opmerking mee willen geven. Ja. Ik zou ervoor willen pleiten om de discussie niet te veel over de financiering te hebben, maar veel meer hoe zien we het onderwijs van de toekomst en elk individu die zich daarin kan ontplooien. Ja, nou, ik hoor hier terug dat het blijkbaar gaat om een set vaardigheden die je leert tijdens je opleiding. Hebben we dan niet veel te veel opleidingen? En is dat niet de weg die we op moeten gaan door het aantal opleidingen juist heel erg in te gaan korten? Ik ben het er helemaal mee eens. Vind ik ook. Misschien een leuke anekdote uit het mbo-onderwijs die helaas gewoon gestoeld is op waarheid van de afgelopen paar jaar. In het mbo-onderwijs hadden wij een stuk of 800-900 verschillende opleidingen, crebo's genoemd. Dat moest ingedikt worden. Het zijn er nu geloof ik 400 met daarnaast nog eens 600 differentiaties, afstudeerrichtingen. Dus ja, we zijn nog steeds niet ingedikt. Op de een of andere manier is dat dus heel moeilijk. Waarom? Nou, ik vind het wel interessant om niet mensen uit onderwijs te vragen, maar juist mensen uit het bedrijfsleven. Want vaak willen bepaalde branches toch dat hun vak als aparte opleiding wordt gepositioneerd. En dat maakt het dus ook wel eens heel complex. Van der Vleuten? Het zou ook kunnen zijn dat we nog in het paradigma zitten van het onderwijs is er om te leren en dan vervolgens 30 jaar later de vraag te stellen of dat onderwijs geleid heeft tot die baan waar je dan nu in zit. Als we nu eens uitgaan van het feit dat het leven gewoon echt een leven lang is en dat dat gebeurt in realiteit met de praktijk waarin je werkzaam bent, dan heb je nog één punt, dat is voor het moment dat je werkzaam bent moet je je ergens op richten. En als je kind bent mag dat gewoon iets ideaals zijn, brandweerman of wat je maar gedacht hebt. Om vervolgens te zeggen, het is toch niet die brandweerman, maar ik heb wel kwaliteit ontwikkeld die ik ook elders kan doen. Dat is niet erg, maar één ding moet tenminste in het onderwijs blijven. En dat is dat het in die 4 jaar niet klaar is. Dan begint het pas. En dus betekent het in die 4 jaar moet je met het praktijkveld zelf aan de slag gaan. Dat is wat in het onderwijs, dat is ook mijn oproep, bijvoorbeeld in deze. Waarom kunnen we bedrijven niet veel dichter bij die scholen krijgen? Want als we dat doen, dan zorg je er ook voor dat als je eenmaal in dat bedrijf bent, je weer dicht bij die school betrokken bent. Dus dan is het leven lang leren. Waarom moet het allemaal zo echt op die scholen? Waarom moet het zo echt? Dat is ook een vraag aan meneer Rup. Of vindt u dat niet? Nee, het hoeft niet echt te zijn. Maar het moet wel vanuit, laten we zeggen, een realiteitsgedachte zijn waarop je overigens speelse gedachten loslaat. Mag ik een voorbeeld net geven? 20 studenten zijn afgelopen zaterdag begonnen bij het Eindhovens Dagblad om na te denken. 20 studenten. Over nieuwe vormen van nieuwsverspreiding. Want we hebben ontdekt, 1 student, dat werkt niet. Want dat leggen die journalisten meteen onder in de la. Ik blijf schrijven. Maar 20 op die 80 journalisten die er zitten, dat maakt massa. Nou, dat lijkt me nou leuk om vervolgens te zeggen, als die 20 aan de gang zijn, dan komen er 40 om nog eens een keer. Snap je een beetje? Ja, ik heb ook ervaren dat studenten verhouden zich natuurlijk ook graag tot echte problemen. En ze daar op een academische manier over te laten denken. Meneer Kozijn was voor u. Ja,
ik denk dat het wel goed is om een paar dingen, ik zal het kort houden, heel scherp te stellen. Is, we zeggen allemaal, we willen lifelong learnen. We zeggen dat we op die internationale lijstjes willen stijgen. Dat we beter willen innoveren. Maar aan de andere kant, we jagen studenten in 4 jaar door een opleiding heen. We hebben in Nederland geen traditie dat je tussen je middelbare en je hogere opleiding eens een tijdje gaat bezinnen. Ik heb in de mooie stad Berlijn gestudeerd. Ik zat opeens op school met allemaal mensen die kinderen hadden. Die op een hele andere manier zeg maar in hun leven staan en tegen onderwijs aankijken. En daarom ben ik ook wel heel benieuwd, u haalde het rapport Veerman aan. Een van de punten daarin is, jongens, laat het systeem waarin je instellingen financiert op basis van studentenaantallen, laat dat los. We zijn nu bezig om de hele tijd met die broodjes te pakken. En de incentive is gewoon, financier je opleiding door zoveel mogelijk studenten naar binnen te halen. Durven we dat los te laten? Goeie vraag. Ja, daar ben ik het geheel mee eens. Omdat er zit ook iets pervers in het systeem op dit moment. Als je kijkt naar de bekostiging zoals die nu is ingesteld. En we zouden het niet over financiering heel tijd hebben. Nee, maar het is wel, kunnen we nog heel de middag over. Ja, maar het is wel een onderdeel wat bepalend is voor het onderwijs wat je uiteindelijk kunt geven. Hogescholen krijgen dadelijk een bonus. Financieel als binnen 4 jaar een student zijn bachelor heeft gehaald. En haalt hij dat niet, dan krijg je die bonus niet, maar bovendien wordt hij ook niet meer bekostigd. En gaat hij dus de hogeschool heel veel geld kosten. Dus het is die hogeschool dadelijk alles aan gelegen om die studenten zo snel mogelijk door die studie heen te jagen. En als het niet lukt om ze af te wijzen, een binnenstudieadvies te geven en daarmee zijn ze weg. Terwijl dat volstrekt in tegenspraak is met wat wij willen, leven lang leren, faseren. Er is ooit in de jaren 60 wel eens het idee geweest van Ivan Illich om iedereen een onderwijsvoucher te geven. Die hij op dat moment dat hij zelf daaraan toe is kan inwisselen en dat wordt ook bekostigd. Ik vind dus dat we daar ook over na moeten denken, maar het systeem is nu zoals het is. Maar ik ben het ermee eens dat dat niet goed is. En ik vind dat Veerman een paar aardige ideeën op tafel legt, waarbij het veel meer via de student loopt dan via de hogeschool loopt. En daarmee worden wij ook veel meer een faciliterende instelling die, en een van de ambities die we zelf ook hebben geformuleerd, veel meer studenten ook binnenhalen, ook van latere leeftijd. Een van de ambities die we hebben geformuleerd voor het meerjarig beleidsplan is dat we het aantal studenten van boven de 24 aanzienlijk willen gaan vergroten. Juist ook vanuit leven lang leren, binnenhalen en zorg dat. Tweede opmerking, even naar degene die daar net achter daar een opmerking over maakt. Nee, ik ga even afkappen, sorry, buurvrouw. Ging over de opleiding. Ik wilde graag op reageren, want ik vind het wel een hele bijzondere. Ik zei net van, laten we het niet over de bekosting hebben, maar wat we zouden willen met het onderwijs. U komt toch met de bekostering, wil ik toch op reageren. Ik heb de vraag ook gesteld. Want ik vind het dan wel interessant, is voor u dan de bekostering leidend boven een visie die je hebt als onderwijsinstelling? Want ik zou het willen omdraaien. Ik zou de visie willen hebben. Ik wil goed onderwijs neerzetten. Mensen leven lang willen laten leren. Dat mijn bekostering maar voor 4 jaar is. Dat is een probleem. Daar gaan we een oplossing zoeken. En dan kan je allerlei creatieve manieren bedenken. Maar ik zou het dus willen omdraaien. Ik zou eerst die visie willen neerzetten. En dan kijken hoe we met die bekostering omgaan. Of dat mensen iets aanvullends moeten vragen aan bekostiging. Of wat dan ook. Maar daar zou je over na moeten denken. Uiteraard, maar ik geef een antwoord op een directe vraag die daarin speelt. Maar natuurlijk gaat je visie vooraf aan datgene wat je aan instrumentarium hebt. Maar ik zeg er wel bij, dat instrumentarium is vaak leidend bij wat uiteindelijk in de uitvoer plaatsvindt. Wat volgens mij hier speelt, en ik ben het geheel met u eens, het is een push of pull mechanisme. En ik wilde eigenlijk wat zeggen, waarom moet je dicht tegen de realiteit? En eigenlijk zijn de twee dezelfde antwoorden. Als je die student leidend laat zijn, hem het heft in handen geeft, intrinsieke motivatie en dus leert om te leren en niet zegt, ik ben degene die alles weet en ik duw het wel in jou in die 4 jaar, dan is dat best mogelijk in die 4 jaar. En dan zet je de eerste stap op weg naar het levenslang leren. En waarom is die realiteit daar zo belangrijk in? Omdat je daar ervaringsdeskundigen hebt, maar omgekeerd vind ik het nog veel belangrijker. Je kijkt ergens fris tegenaan en je laat dus ook het bedrijfsleven eigenlijk nieuwe mogelijkheden exploreren. En je maakt dus je eigen toekomst weer mee al vanaf het moment dat je aan het studeren bent. Meneer Bontekoning. Mag ik jouw microfoon nog even? Ja. Oh ja, je bent een shuffelaar. Hè? En mag ik mijn slide? Oké. Nee, dit is de. Nou ja, laat het maar staan. Dit is de. Dit is niet de goede slide. Je hebt het verkeerde bestandje geopend, maar neem maar de tweede slide die hierop staat. Laat die helemaal maar zien. Ja, sorry. Ik zit hier heel erg na te denken, want ik heb de neiging om aan te haken bij jouw vraag. En die vraag is eigenlijk, ik vertaal hem een beetje, hoe vernieuwen we
En dan noem ik het niet eens onderwijs, het leren in de praktijk, zoiets. Dat. Ik heb onderzoek, wie was er vanmorgen niet? Ik ben even bij hand opsteken. Oké. Ik heb onderzoek gedaan naar generaties. Ik zeg het even heel kort, want ik ga niet herhalen wat ik daarover vanmorgen gezegd heb. Ik kijk nog even of het ding werkt. Ja. Wij zitten in Nederland midden in een generatiewisseling. Even heel quick. Dat hebben we niet goed in de gaten. Dus dat zijn we ons niet echt bewust. Dus mijn punt is, als we ons dat bewust zijn, kunnen we beter gebruik maken van de krachten die daarin vrijkomen in dat proces. En vanuit dit perspectief hebben we niet alleen met de jongste generatie te maken, maar met alle generaties. Als nieuwe generatie. Een nieuwe generatie senioren, zijn de mensen van de protestgeneratie. Een nieuwe generatie leiders, mensen van de generatie X. Een nieuwe generatie medior, daarmee bedoel ik zijn jonge mensen met wel enige ervaring. En een nieuwe generatie junior. En die zorgen allemaal voor verandering in bedrijven en in het onderwijs is ook een bedrijf en in werkprocessen en in leerprocessen enzovoort. Maar ik concentreer me nu maar eventjes, denk ik, op de jongste generaties. Want de essentie is, ja, dat zijn natuurlijk toch de mensen die toch al heel sterk in de leerprocessen zitten waar jullie het hier over hebben. En er is een soort verandering gaande. Wat we gedaan hebben tot nu toe is dat mensen van de oudere generaties nagedacht hebben over de vraag, hoe moeten de jongere mensen leren? Ik zeg het even kort door de bocht. We hebben gediscussieerd, plannen bedacht enzovoort. Die manier werkt niet meer. Wie van jullie heeft kinderen? Nou, jullie hebben ervoor gezorgd, dat is een topprestatie, dat iedere nieuwe generatie, dus je kinderen, je generatie kinderen, 40 IQ-punten slimmer zijn dan jezelf. Nee, sorry, 20. Ik maak het, ik overdrijf. Ik ben van de protestgeneratie, die heeft de neiging om te overdrijven. 20 IQ-punten, topprestatie. Super. Maar ja, dat heeft wel consequenties. Ja, als je een dochter hebt van 15 en die is slim, en jij denkt na over de vakantie. Waar gaan we van het jaar naartoe? Wat denk je wat er gebeurt? Die dochter wil meedenken, toch? En die zoon van 15. En dat doen ze ook. Wie? Want als je thuis bent, dan durf je geen vakantie te plannen zonder dat je de invloed toelaat van die kinderen van 14, 15, van 12. Toch? En dan komen ze het onderwijs in en dan mogen ze niet meer meedenken. Dan komen ze het bedrijf binnen en dan zeggen die mensen, Jantje of Pietje of, zei het anders natuurlijk, hè? Ja. Joren of Esmee. Of, loop eerst maar eens even mee, dus hou die slimmigheid, hè? Denk niet na nu, hou die slimmigheid een beetje in en loop eerst eens even mee. Dat willen ze helemaal niet. Dus wat gebeurt er? Je ziet het voor je neus, die energie loopt weg. Ze doen nog een beetje vrolijk, maar ze zijn het niet echt meer. Dus die potentie die wij als ouders meegeven aan die kinderen, die moet meteen benut worden. Dat zit erin en als het er niet uitkomt, stagneert de ontwikkeling op het moment dat ze op een school komen of op het moment dat ze in een bedrijf binnenkomen. Dat is interessant, de mogelijkheid. En ik heb vanmorgen dat voorbeeld al gebruikt. Dat voorbeeld is schijnbaar simpel, maar cruciaal voor een bedrijf. Want dan komen die multimedia snelle jongens en meiden komen een bedrijf binnen. Ja, die willen dat spul meteen gebruiken natuurlijk. Dus als ze dat gebruiken, dan kunnen ze meteen vanuit dat bedrijf de communicatie met de omringende wereld flink versnellen. Maar als je dat tegenhoudt, dat is slecht voor die generatie, want die ontwikkelt dat niet meer, dat gebruik. Die leert ook niet hoe ze dat kunnen verbinden aan het werk zelf, zeg maar. Dus ja, daar stagneert iets waar je pas een paar jaar later van ontdekt dat je bedrijf er minder van geworden is. Dus waar ik het over heb met die generaties, is op het grensvlak van die generatie wordt er beter van, vitaler. En had jij het ook over, volgens mij. Als ik invloed kan hebben op mijn eigen leerontwikkeling of leerweg, dan ontwikkel ik me sneller. Dat zeg je in mijn beleving eigenlijk, zei jij ook eigenlijk.
Dus die invloed van die jonge mensen, en dat is de omslag waar we minder in zitten, want we zitten nog gevangen in het oude model, ik noem het maar even het polo-model, waarbij anderen nadenken over waar wat goed is voor jou. Die invloed van die jongere generatie moet groter worden, om dat die potentie die erin zit beter te gebruiken en een soort leerverstelling te geven. En de enige vraag is, hoe dan? Want dat gaat, op veel plekken gaat dat. Ik zal een voorbeeld, ik zal een heel simpel voorbeeld geven. Zit ik bij een club van die trainees in een heel groot bedrijf, topbedrijf, komt die topman dan komt langs om 1:30. Hè? Zegt iedereen van, hij komt langs, zegt ze. Nou, de organisator, apetrots, jongens, wel er zijn hè, om 1:30. Nou, zitten we daar, net zoals hier. Die topman begint een heel verhaal te vertellen over de strategie en de crisis. En die denkt van, ja, ik moet ze even duidelijk maken dat het ernstig is, dat weten ze allemaal. En nou, je ziet het wegzakken, die energie. Dus daar zit ik dan bij en denk, het wordt een dode bende. Het leven gaat eruit, vitaliteit gaat eruit. Dus time-out werkt altijd, hè? Gewoon het topsoort. Mag ik even een time-out? Niemand zegt, nee, dat mag geen time-out. Dus ik zeg, mag ik even een time-out? Ik zeg, volgens mij, vinden jullie het interessant? Vroeg ik aan die jonge mensen. Ja, best wel. Ja, niet dus, hè? Bedoelden ze dan. Ik zeg, mag ik een voorstel doen? Zullen we de cultuur hier, hè, dat inrichting verkeer, wat wij nu ook doen, zeg maar, kunnen we dat omdraaien? Vinden jullie dat goed? Nou, ze keken een beetje verdwaasd, vonden ze wel goed. Ik zeg, oké. Dus ik haal die directeur van die stoel af en die zet ik tussen die jonge mensen. En ik zeg, wie van jullie wil hem interviewen, wil vragen stellen? Nou, 5. Meteen, hand omhoog. En die gingen tegenover die man zitten en die gingen hem vragen te stellen. Wat denk je wat de eerste vraag was? Heb je kinderen? Ja, die man die dacht van, ja wat maar. En wat is je hobby? En wat was je baaldag afgelopen jaar? En waarom was dat zo? En waar heb je het beste gevoel over? En waarom was dat zo? Die man die zendt... Zeg maar, die zendmanier van die man was oud. Maar op deze manier drong ik hem ertoe om in de ontvangstmanier, bij de vernieuwing van het communiceren, van die jonge mensen te gaan zitten. En die wilde dan persoonlijk met me kennis maken. En het grappige is, dat maakt niet uit waar ik dat doe. Of ik nou op een ministerie zit, of bij de politie, of bij Coors, of in een Nederlandse bank. Als ik dit doe, de jonge mensen stellen dat type vragen. En als ze hem kennen, gaan ze wel wat vragen stellen, misschien over die strategie. Maar dan is er verbinding gemaakt, ontmoeting en ze kennen hem enzovoort. Dus dat is, en dat doorbreken van die cultuur gebeurt in 3 minuten. Maar ja, ik ben benieuwd wat er gebeurt in die volgende. De grote kans dat in die volgende bijeenkomst die directeur weer op zijn oude plek gaat zitten en in die oude trend gaat zitten. Dus als je zo'n doorbraak hebt in de cultuur, moet je dat wel een tijdje volhouden. En ik noem nu een voorbeeld, maar wat ik razend interessant vind, want ik heb natuurlijk aan die man gevraagd, hoe voel je dat nou eigenlijk? Die zegt gaaf, fris, die kreeg er ook energie van. Dus iedere keer als ik met de jongste generatie dat doe, zoiets doorbreek, en we houden het vol, dan reageren de oude generaties er altijd positief op. Dus jonge mensen die hier zitten, daar heb ik een handje geholpen. Maar die vernieuwing die jullie willen, moet je zelf creëren. En als je toestemming vraagt, dat gebeurt het nooit. En als je steun vraagt, krijg je hem wel. Want zonder de ervaring van die andere generaties, doorbreek je die patronen niet. Die zitten zo lang ingesleten in die cultuur. Maar als je rondkijkt, dan zie je zo mensen waar je een klik mee hebt, die tegen je zeggen van, ik wil jou helpen om dat patroon te doorbreken, om die drempel te verlagen waar je het over had. Daar zit een hele praktische opening, volgens mij dichtbij, huis. En die wordt nog te weinig benut, maar dat kan wel. Dus pak hem op. De doe-energie is hier voelbaar, maar je moet het doen. Toch? Nou, meer heb ik er niet over te zeggen eigenlijk. Dank u wel, meneer Bontekom. Ik durf niks meer te vragen als oude man. Wie?
Betekent dat dan in het onderwijs misschien ook dat je heel anders zou moeten gaan nadenken? Zelfontplooiing en zo is genoemd, dat we veel minder zeg maar vakvaardigheden moeten gaan opzoeken bij mensen. En dat je veel meer na moet denken over procesvaardigheden. Hoe ben je weerbaar? Hoe bouw je netwerken? Hoe zoek je mensen op? Hoe communiceer je? Ja, zo kun je er waarschijnlijk nog een heleboel verzinnen. En wordt daar in het onderwijs nou in al die vakgebieden die u vertegenwoordigt, wordt daar over gesproken? Zijn jullie daarmee bezig? En hoe ontwikkelt zich dat? Ja, ik krijg hem. Maar. Okay, ja, ik ben het er eigenlijk mee eens. Ik studeer bouwkunde aan de TU. En ik leer altijd heel veel vakken. Vooral in mijn bachelor is het heel, valt me dat heel erg op. Ik leer nu vakken waar ik niks aan heb uiteindelijk. Zoals? De TU, hun speerpunt is altijd, we hebben een hele brede bachelor. En dat is ook heel erg waar, die is heel erg breed. Maar het houdt wel in dat ik nu in mijn derde jaar architectuurvakken studeer. Terwijl ik in mijn tweede jaar al besloten heb, ik wil de managementkant op. Ik wil niks met design. En ik ben design aan leren. Ik kan in die tijd veel betere dingen leren. Ik heb ook een jaar bestuur gedaan. Ik heb in dat jaar veel meer geleerd dan in de afgelopen 3 jaar aan de TU. Hey. Mag ik daarop inhaken? Direct werd de vraag weer gesteld naar deze inleiding van, wat vindt onderwijs ervan? Ik zou eigenlijk nog eerst meer naar het toekomstbeeld willen. En wat ik eigenlijk net beluister is dat individuen steeds meer centraal komen te staan. Of dat nou individualisering is of niet, dat is minder belangrijk. Stel, over 15 jaar in de arbeidsmarkt, waar schaarste heerst, moeten werkgevers zich zo op gaan stellen dat het individu kan kiezen waar hij gaat werken. Internationalisering komt vanzelf, want schaarste zorgt ervoor dat we wel professionals naar Nederland toe moeten halen. Dus het onderwijs, dat komt ook wel goed. Hoe gaan we daar dan mee om? Hoe zorgen we ervoor dat de samenleving zo is ingericht om het individu, en dat bijvoorbeeld een individu een makelaar heeft, die zoekt van, deze baan is nu goed voor jou. Hoe ga je daar dan vervolgens mee om als samenleving? En dan komt daarna wel de link naar het onderwijs, denk ik. Heron, geen antwoord meer. We stellen alleen de vragen. Ik zit eigenlijk geschokt te luisteren. Die jongen die vertelt eigenlijk iets. Daar gaat niemand op in. Nou, ik vind dat daar andere jongeren op in moeten gaan. Want ze zitten te veel, zegt deze dame naast me, in de generatie X. Ja, ik ga niet zeggen wat ik ervan denk. Ja, nou durf ik. Maar ik doe het toch. Ik heb zelf ook architectuur gestudeerd, stedenbouwkundig ontwerpen. En we hebben het ook over algemene ontplooiing. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je juist wel breed oriënteert. Want dan ben ik even brutaal, maar je weet misschien nog niet welke kennis voor jou in de toekomst interessant is. Als ik terugkijk, dan zijn er vakken die mij vroeger niet aanspraken, maar die wel een bijdrage hebben geleverd in mijn algemene ontwikkeling. Als ik als werkgever kijk naar wie ga ik selecteren, wie ga ik uitnodigen om bij mij te werken, dan is kennis een voorwaarde, maar ik ben vooral geïnteresseerd in kunde en karakter. Dus je zult die kennis moeten hebben. En daarna ga ik kijken naar je algemene ontwikkeling. Ja. Denkt u dat iemand in zijn levensfase dat überhaupt kan beoordelen? Of die, wij worden hier, ja, dat hoor ik hier van alle kanten, van we moeten er meer naar luisteren. Maar is dat inderdaad, u zegt eigenlijk van, later zal blijken dat het misschien toch van waarde is. Kan je zelf beoordelen als je in die fase steekt, wat de waarde van zoiets is? Nou, ik denk dat het hartstikke goed is dat je ook stront eigenwijs bent. Maar ik ben er ook van overtuigd dat studenten zelf in staat zijn om die keuzes te maken. Alleen ik wil waarschuwen voor te snel oordelen. Ik weet ook nog dat ik vakken volgde waar medestudenten na 1 college zeiden, nou, dit is helemaal niks. Ik volgde dat college, ik was het niet eens met de inhoud, maar ik leerde er wel wat van. Ja, maar dan komen we weer op hetzelfde punt dat studenten eigenlijk zelf een beetje moeten kunnen bepalen wat ze willen. Ook want ook op mijn opleiding, ik zit op de NATV en daarbij hebben wij maar een keuze in ons vierde jaar tussen 3 minoren. En daar houdt het dan bij op en meer kan ik niet. Ik kan ook niet op een andere school in Marina gaan volgen, omdat
onze minor 15 studiepunten is. En op andere opleidingen zijn die al vaak 30. En daar wordt de keuze heel erg beperkt mee. En dat is eigenlijk wel jammer dat je... De ene wil misschien iets minder breed opgeleid worden... en de andere juist weer heel breed. Maar ja, daar beperk je vaak studenten in. In de keuze die de opleiding maakt. Erna, kan jij die andere microfoon pakken en meehengelen? Waar is die? Daar, die mevrouw achter je. Die andere microfoon heeft Bontekoning. Ja, ze zoekt de microfoon. Ligt op het katheder. Oké, dan ga ik toch even staan om ook mijn nek uit te steken. Eigenlijk zou ik ook de microfoon willen om het vertrouwen van de spreker. Kijk, daar gaan we. Dit gaat al iets beter, dankjewel. Er zijn een aantal punten die ik eigenlijk aan wil dragen. Dit is dus een leuke samenkomst tussen mensen en studenten. Ik denk dat dat heel waardevol is. Eén, er zou iets meer pitten mogen eigenlijk. Ik vind het heel fijn dat u zegt, meneer Bontekoning, er is heel veel doable eigenlijk. Als je dus de kaders verbreekt en als je buiten die paden wilt, nou, dan komt er wat pit in, want hier zitten we met een 3 uur. Ik zou willen vragen, wie haalt hier nou energie uit? Want iedereen zit naar 4:30 te kijken, dan begint de borrel. Met alle respect voor iedereen hier. Ja, zeker. Nou, misschien al eerder als we nou wat sneller gaan praten. Maar zonder hier een cabaret-show van te maken. Ik heb dus aangegeven dat ik dus student ben. De opleiding duurt 5 jaar. Ontzettend leuk en interessant. Maar soms denk ik, was ik maar klaar. Had ik dat papiertje maar op zak, kan ik de wijde wereld in. En word ik gewoon ondernemer, ga ik mijn eigen plan trekken. In Nederland is dat gewoon niet mogelijk zonder papiertje. Ik spreek met ontzettend veel mensen. Ik kom overal en ik doe van alles. Je hebt gewoon een TU-papiertje of een academisch diploma nodig om ergens aan de bak te komen. Daarbij denk ik dat we hier in dit academische wereldje voorbij gaan aan heel veel scholieren en jongeren die daar niet in meegaan. Dus een mbo-scholier of een hbo-scholier die daar gewoon op hun eigen manier hun onderwijs volgen en het wel prima vinden om nog bij hun ouders te wonen, 2 straten verderop te gaan wonen en daar een lekker gezinnetje te starten. Ik denk dat we daar allemaal voorbij gaan in ons eigen intellectuele wereldje. En daar is ook nog veel op te halen, want die mensen hebben ook nodig, de handen, die zijn hier duidelijk ondervertegenwoordigd. En ik denk dat het aan de student zelf is om gewoon je eigen plan te trekken en die dingen naast je studie te volgen die je zelf interessant vindt. Dan ben ik maar 2 jaar langer bezig. Maar uiteindelijk ben ik het die een baan moet gaan scoren die ik leuk vind en niet mijn onderwijsinstelling, niet mijn ouders of de maatschappij of wie wat er dan ook van vindt. Dat wil ik even meegeven. Alagic. Ja? Even ter afsluiting, want ik hoor dat mijn verhaal wordt geschrapt vanwege de borrel. Maar om kort te houden, wat ik hier wilde zeggen is dat er heel veel geïnvesteerd moet worden in de bruggen tussen de 3 O's. Dus dat goede onderwijs op zichzelf is niet genoeg. Dat de onderwijs is de plaats waar ideeën broeien en waar innovatie mogelijk is. Maar om goed gekanaliseerd te worden, moet er geïnvesteerd worden in die bruggen tussen de 3 O's. Even reageren op Rudy. Jij zegt, je hebt een papiertje nodig om te gaan ondernemen. In principe heb je dat niet nodig. De grootste ondernemers en zijn onze grootste voorbeelden zijn mensen die geen papiertje hebben. Die dat gewoon uit zichzelf doen. Maar academische onderwijs heeft ook een andere dimensie. Dat daar mensen worden opgeleid die op een abstracte manier kunnen denken en in concepten kunnen denken. Dus dat ze overal wel terecht kunnen komen en wel hun draai kunnen geven. En denk ik dat dat het sterkste punt is van academisch onderwijs. Dus dat de mevrouw eerst scheikunde heeft gestudeerd en daarna weer een heel andere draai aan haar leven kan geven. Heeft daarmee te maken dat academisch onderwijs je leert denken. En dat... Dat was mijn punt. Dankjewel. Dien, ja, ik wil even verder gaan op die zelfontplooiing waar we het de hele tijd over hebben. En dan hou ik het ook maar even bij de TU en architectuur. Ik denk dat we dat juist wel heel erg meekrijgen. Wij zijn nu in de master al 2 jaar bezig met een portfolio. Je hebt maar een heel beperkt aantal vakken die je verplicht moet doen. De rest mag je allemaal zelf uitzoeken. Je ziet maar hoe je aan een papiertje komt. Er zijn alleen een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen. Dus die vrijheid die heb je wel heel erg. Alleen je kan die keuze pas maken als je een bepaalde basis hebt. En daarom moet je juist in het eerste jaar of in het tweede jaar nou een hele berg vakken volgen. Maar ik denk dat dat alleen maar goed is, anders kan je die keuze daarna niet maken. Die buurman en ondertussen? Ik denk om een voorstel te creëren. Oh, sorry. Ik heb eigenlijk een vraag. Het is Brabant Academy, dus het gaat over overheid, onderwijs en ondernemers. En het gaat nu de afgelopen uur over onderwijs.
En ik zou graag van de jongere generatie horen, de Screen Angels Einstein, van joh, wat verwachten jullie nou A, van het onderwijs, maar B, ook van de ondernemer en de overheid. En dan de overheid zou ik eigenlijk willen vragen, hou dat op Brabant. Want de Rijksoverheid zit hier niet en systemen veranderen, dat doen we hier niet. Al zouden we dat misschien wel graag willen. Maar wat zou een provinciale overheid kunnen bieden en een gemeentelijke overheid kunnen bieden voor jullie ontwikkeling? Want die gaat verder dan die 4 jaar. Dat is... Daar wou ik dus eigenlijk op aansluiten. Wat ik denk dat de universiteit zou moeten doen, werd net rechts van mij al geroepen, er moet natuurlijk kennis uit voortkomen, dus er zitten een aantal verplichtingen aan vast. Maar ik denk dat het het beste is als een universiteit in plaats van moeten naar kunnen gaat. Dat de universiteit dus mogelijkheden biedt, de link legt met de overheid. Ik ben bijvoorbeeld zelf een half jaar in het buitenland geweest. En de universiteit, de TU Eindhoven, biedt daar heel goede mogelijkheden voor om zonder veel rompslomp een half jaar in het buitenland te studeren. Vervolgens is er op de TU een docent die mijn project, wat ik in het buitenland heb gedaan, wil waarderen. Waardoor het wel de academische waardering krijgt. En dat is in mijn ogen echt kwaliteit van het onderwijs van de toekomst. Dus niet te veel moeten, maar zoveel mogelijk kunnen. Montekoon? Ja, ik zal proberen iets duidelijker te zijn. En sneller. De manier... Nou, dat weet ik niet of ik dat kan. Maar als alles wat jonge mensen willen vernieuwen via mijn hoofd moet, hè, stel ik hoofd ben van zo'n school, dat vertraagt veel te veel. Dat vertraagt enorm. Dus ik denk dat de manier waarop dingen veranderen op zichzelf veranderd moet worden. Dus ik denk dat we meer oog moeten hebben voor de vernieuwingspotentie van zo'n nieuwe generatie. En dat meteen ondersteunen ter plekke in een klas. Dus de onderwijzer met zijn klas vernieuwt ter plekke het onderwijs gebruikmakend van die vernieuwingskracht van die nieuwe generatie. Ik denk dat we het in die richting moeten zoeken. Want als dat allemaal via het hoofd van de school moet... Dat gaat niet werken. Die krijgt het veel te druk. En Dulver? Ik wil nog wel iets zeggen. Want ik heb het idee dat we weer bezig zijn alles in de vakjes te stoppen en te generaliseren. En volgens mij was het straks juist de oproep om te kijken naar bepaalde doelgroepen. En dat bedoel ik niet individuen. Ik ben niet voor individualisering. Want ik denk leren ook een sociaal proces is. Maar volgens mij moet je gewoon kijken naar bepaalde doelgroepen. En terecht daar net de oproep van, laten we niet alleen naar het academisch niveau kijken. Ik wil dan toch een praktijkvoorbeeld geven. Ik mag gelukkig leiding geven aan de school waar ook stucadoors worden opgeleid. En dan kan je zeggen, ja, stucadoors, mbo-studenten, niveau 2, niet het hoogste niveau, het mbo. Ik heb daar veel waardering voor, met name voor die docent, hoe die dat aanpakt. Als je het dan hebt over zelfontplooiing, nou, onze stucadoorsleerlingen willen helemaal niet met zelfontplooiing te maken hebben. Die willen gewoon lekker die muur stukken. Die willen bezig zijn met hun handjes. En dat ze dan ook nog eens Nederlands moeten, allerlei theoretische vakken, dat willen ze ook niet. Ze willen gewoon werken en bezig zijn. Dus wat proberen wij? 3/4 van de tijd dat ze op school zijn, gemiddeld 1 dag per week, want de rest zijn ze bij een baas aan het werk, zijn ze lekker gewoon aan het stucadoren. En tijdens dat stucadoren probeert die docent hun algemene vaardigheden bij te brengen. En als ik dan zie dat je een nieuwe groep van 20 stucadoors, leerlingen heeft, studenten noemen wij ze ook, en na 3 maanden kom ik toevallig een keer langs en sta ik met hem over een paar zaken te praten. Dan heb ik veel respect wat er gebeurt, want wat gebeurt er? 10 over 10 gaan de jongelui. Ze leggen spullen neer naar boven, koffie drinken. 5:30 zijn ze terug en een docent staat gewoon met mij te praten. En die heeft ze op een dergelijke manier al zulke vaardigheden bijgebracht. Dat ze zonder pet, zonder kou gaan binnen zijn. Dat ze op tijd gaan pauzeren, maar ook weer op tijd beginnen. En ik denk als we dat voor elkaar krijgen met zo'n groep, fantastisch. En dan hoef je niet over zelf ontplooien. Dan is gewoon goed leren stucadoren iets waarop ik trots ben als die jongelui een diploma krijgen. En dat wil ik nog even meegeven. Ja, dat is voor mij een beetje lastig, want ik kan net nog reageren op. Het gaat niet over stucadoren, petjes kauwen. Maar ook op stucadoors reageren, hoor. Maar ik vind het al bijster interessant. Ik wil heel even kort zeggen, ik ben de oprichter van Little Mountain, waar we net ook nog een project van bij hebben zien komen. En daar heb ik gewoon 1 doelstelling geformuleerd. En dat was zelfontplooiing van creatief talent van hetzij Design Academy, de TU of welke opleiding dan ook in onze omgeving van mensen die zeggen ik wil voor mezelf starten. Of je nou nog studeert of al klaar bent met je studie of verder bent. Het is een soort start-up ontwikkelaar, hè? Een start-up platform, of hoe noemen jullie het zelf? Ja, creative environment. Niks anders dan het faciliteren van de omgeving. En leuk is dat als je zo'n fysieke plek creëert, dat er heel veel mensen en energie omheen komt te zitten. Mm-hmm. En alle ideeën die moeten door 1 hoofd. En ik heb zelf ben ik al de hele tijd aan het boksen met hoe kun je nou ooit, want we zijn ongesubsidieerd. Dus
eigen verdienmodel ontwikkelen en zoiets. En het is natuurlijk super moeilijk, want je wil ook een stukje controle houden. En ja, het oude piramidestructuurtje probeer ik dan elke keer om te draaien en te zeggen, maak er een trechter van. En ik zorg dat in ieder geval mijn beslissingen en de kenniservaring die ik heb tot nu toe gebruik om die dingen die bedacht worden ook hun kans krijgen. Maar iedereen bij ons binnen is ondernemer. Dus Simone is van Sim One, haar eigen grafisch ontwerpkantoor. Ze zei net heel mooi, ik ben ook van Little Mountain, dat is ze ook. Weet je, dat is gewoon het platform, dat is de plek. En ze ontwikkelt daar haar eigen bedrijfje. En ik denk dat voor ons is dat een soort vervolgopleiding van industrial design. Eigenlijk in dezelfde manier werken ze daar, alleen wij proberen dat in de markt toe te passen. En ik denk dat dat verder teruggeschoven mag gaan worden. Veel verder terug, ook vanuit de middelbare school naar de universiteiten, vanuit de universiteit naar het bedrijfsleven. En dat die overgangsfase, zeg maar, ingevuld moet worden en gefaciliteerd. En dat faciliteren is niks anders dan gewoon luisteren naar al die studenten en al die ideeën die er zijn om initiatieven zoals hij dat dan net noemde, om dat gewoon een kans te bieden. Ik denk dat dan valt het allemaal wel mee, weet je. Ja, weet je, dan krijg je zoveel energie van mensen los, dan hoef je dit te doen en dan gebeuren er gewoon dingen waar iedereen vrolijk en gelukkig van wordt. Dus één ding met z'n allen gemeenschappelijk, als we het hebben over alleen Brabant, want voor heel Nederland wordt dat lastig, gemeenschappelijke doelstelling formuleren. En dat als leiders die daar vooraan lopen zeggen, ik ben een conceptontwikkelaar, maar ik bewaak ook het concept. En de rest die mag er lekker op schieten en zijn eigen invulling aan geven. En ik denk dat dat de manier is om ook je onderwijsmodel een nieuwe richting te geven. Het is precies hetzelfde zoals industrial design dat doet. Met de opleiding waar ik ook trots op ben aan de andere kant. Oké, dank. We moeten ermee ophouden. Daar komt het op neer. Ik ga nog heel even Kees, Jan, Erna en Barry, kom er even bij. Barry, excuus. Kees, opstaan. Kom lopen. Dit zijn de wat zijn jullie precies? Het bestuur van Brabant. Bestuursleden van Brabant Academy. In het kort, Erna, tevreden vandaag? Debrief. Ja, tevreden, maar wel met een boodschap in mijn tas. En ik weet nu wel dat we voor volgend jaar direct aan de slag gaan. Dus ik haal een heleboel op. Ik leer ook een heleboel. Een aantal dingen die me daarvoor bijblijven is met name ook wat Aard, denk ik, toe aanzet. Maar ook wat Paul heeft gezegd van nog meer de vraag ophalen. En kijken of we een heleboel kunnen doen met minder zenden en nog veel meer ophalen. Dat, Dat is een vraag aan je buurman. Een goede vraag. Mag ik als laatste even? Stel eens een vraag aan je buren. Nee, maar ik heb nog geen vraag gesteld hoor. Dus, nee, maar laat ik zo zeggen. De vraag die ik zou hebben is, weet jij nu al zeg maar iets waar we over een jaar we zouden moeten oppakken? Anders dan nu of geïnspireerd door nu? Wat mij het meeste opviel, tenminste wat ik anders doen volgend jaar, is dat ik hier meer ondernemers zou hebben willen zitten. En ik heb nu eigenlijk meer overheid en onderwijs gehoord. En ik denk dat juist de link daartussen ligt bij de ondernemers. En die heb ik eigenlijk niet gezien. En die zou ik wel meer willen horen. Stel eens een vraag aan je buurman. Dat is een moeilijke. Dat zou ik zo snel ook in instantie niet weten. Kun je even kan bijvallen? Nou, misschien kan ik die vraag die jij net kreeg van Erna ook proberen te beantwoorden. Wat ik belangrijk vind van de Brabant Academy is dat er naast wat kennis in het bestuur, mensen die een hoop geleerd hebben in hun leven, ook vooral jonge mensen zitten. Dat vind ik heel belangrijk. Die koppeling is superbelangrijk. Jij staat hier als vertegenwoordiger daarvan. Fiona is daar ook eentje van die ontzettend goed haar mondje heeft geroerd vandaag. Ik vind dat ze dat sowieso altijd heel erg goed doet. Ik vind dat die generatie veel meer aan het woord zou moeten zijn. En misschien volgend jaar daar zou moeten zitten. In plaats van de kennisgeneratie. Want het kennisoverdragen is goed. Maar de energie die je eruit krijgt, het is eigenlijk veel belangrijker. En ik mag vanaf 2003 in dat werkveld opereren. En ik krijg er zelf superveel energie van. En ik merk ook dat als je kennis kunt overdragen op een gelijkwaardig niveau, dat je dat niet meer vanuit de directory structuur doet, maar vanuit de zoekfunctie noem ik dat maar, dat je daar allebei veel energie van krijgt. En ik merk dat jouw vraag toen straks van, hoe kunnen wij in godsnaam die
generatie bereiken, die 60 plus bijna, hè, waar Aard het zo fantastisch over heeft, dan denk ik dat de Brabant Academy zo'n medium is waarin dat kan. Bottom-up in een informele sfeer. En dat heb ik vandaag wel geproefd, met name vanochtend, vanmiddag ook wel een beetje, maar ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat volgend jaar wat beter uitnutten. Ik denk dat er een paar belangrijke dingen gezegd zijn. Ik zou daar nog dit aan willen toevoegen. Die drie O's evenwaardigen de volgende keer. Ik denk dat we ook qua inhoud misschien niet zo heel veel veranderen, maar wel naar een andere vorm zullen gaan. We hebben nu eigenlijk een prachtige plek gevonden. En vanmorgen heb ik impliciet de uitnodiging gekregen om volgend jaar ook weer hier aanwezig te zijn. Dus daar zijn we eigenlijk al heel blij mee. We zullen waarschijnlijk gewoon naar een wat andere vormgeving toe gaan. Even nog naar Paul en jou toe. We hebben jullie allemaal een ideeënkaart gegeven. En wij werken eigenlijk dus niet volgens die formele wegen en die geïnstitutionaliseerde wegen. Maar ik doe een oproep aan jullie, aan iedereen die hier aanwezig is. En dat heb ik ook vanmorgen al aan menigeen kenbaar gemaakt. Om eigenlijk ons te benaderen via die ideeënkaart met de vraag zoals die eigenlijk zo vaak bij mensen gesteld wordt als je even met elkaar aan het praten bent. Dan zit je namelijk al onmiddellijk in een heel enthousiast gesprek over we gaan dit doen, we gaan dat doen en ik zie dat als mogelijkheid en ik kan dat zo meenemen in mijn organisatie. Dat zou ik eigenlijk nog even als laatste aan jullie mee willen geven. Benader ons eigenlijk heel erg bottom-up met ideeën en met concrete dingen. Want ik zou volgend jaar eigenlijk ook, we hebben er al een aantal laten zien, maar ik zou er volgend jaar nog meer willen laten zien van wat we eigenlijk dus met jullie hebben bereikt. Dat is nog even mijn inhoudelijke afsluiting. Lucas, waar ben je? Ja, hier. Ja, ik wil jou, ik ga even naar voren. Ik wil namelijk gewoon ook inleider en co-referenten, ik weet jouw verhaal, namelijk tussen de drie O's, dus we komen daarop terug. Bedanken voor de aanwezigheid en voor de inbreng uiteraard. Eigenlijk, voordat ik iemand vergeet, maar ook de vertegenwoordigers van de drie O's. Hier op de eerste rij, maar dat is inmiddels wat verspreid door de ruimte. Maar goed, iedereen weet wie ik bedoel. En zowel voor jullie als voor de eerste rij hebben we via Nicole nog even een afscheidspresentje. Ik zou het prijs stellen als jullie dat even aan willen nemen. Anders blijf ik namelijk met wel een gigantische hoeveelheid zitten. Ik zou graag de deelnemers aan de kennismarkt expliciet willen bedanken. Want het is toch eigenlijk ontzettend leuk geweest dat in die pauze eigenlijk jullie hebben laten zien van wat wij eigenlijk ook bedoelen met ons werk. Ik dank de medewerkers van de provincie, Corné. Als technisch man, maar eigenlijk ook de mensen van de catering en degenen die hier allemaal het zo mooi voor elkaar hebben gekregen. En hartelijk dank daarvoor. Dan mag ik natuurlijk de zaal, de bezoekers bedanken. Ik hoop jullie echt volgend jaar weer te zien. En neem dan ook nog andere geïnteresseerden mee, want ik heb gehoord dat hier zo'n beetje 350 man in kunnen. Dus wat dat betreft kunnen we volgend jaar nog weer even wat uitbreiden. Vergeet dus niet die leeskaart. En dan natuurlijk eigenlijk onze eigen mensen wil ik bedanken, want daar is heel veel voorbereid, georganiseerd. Lucas, jij bedankt voor je hele inspirerende leiding. En naast het namen noemen wil ik er nog even eentje noemen, dat is namelijk Nicole Scheffers. Zij is onze coördinator en secretariaatsmedewerker en heeft zich ontzettend uit de naad gelopen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En ik vind eigenlijk een applaus waard voor Nicole. Nicole, ga even staan. En dan zou ik zeggen, tot ziens in 2011. Dankjewel. Wacht even. Want wij willen natuurlijk ook vanuit dat bestuurtje van de Brabant Academy niet alleen Nicole, maar ook Jan super bedanken. Jan, jij bent een voorbeeld van de nieuwe Grey generatie, de New Greys. Die zeg maar net in pensioen gewoon doorgaan met wat ze leuk vinden. In feite is dit je leukste baan, denk ik, want je bent er zo ingedoken. En je hebt van de thuisfront superveel steun gekregen. Dus heel veel dank daarvoor. En je hebt het super gedaan. Jij en Nicole hebben dit, ja, ik wil niet zeggen voorbereid, maar jullie zijn de drijvende krachten geweest achter deze dag van vandaag. Super bedankt. Oké. Okay.